Welkom bij een nieuwe einde van de week live. En zoals je dat misschien weet, wordt ook deze einde van de week live mede mogelijk gemaakt door MSI Gaming Laptops in deze keer. Op zoek naar een betaalbare laptop, de MSI GL65. Dat G65, hoe zeg je dat in het Nederlands ook weer? 65. Zo moeilijk vind ik dat als ik dat zo moet oplezen. Wow. Leopard, 15-inch gaming laptop, uitgerust met een Intel Core i7. Hele sikke processor. Er staat een nummertje. 16 gig RAM. En ik zit even te kijken. Een GTX 1660 Ti erin. Met 6 gig onboard videogeheugen. En die is dit weekend bij Azerty te koop met €200 korting. Speciaal als je dit hoort. €200? €200. Jezus. Dat is een dikke slok op een borrel. Slok op een borrel is een goeie, toch? Het zijn 10 rijlessen inclusief praktijkexamen. 10? Ja. 10? 10 rijlessen. Inclusief praktijkexamen. Voor €200? Ja. Dan word je gehaggeld. Nee. Nee? Nee. Ik ben er toch al mee begonnen. Een goede deal. Ja. Unheard of, die deal. Maar dat, hoe is het met jou? Ik lul niet, man. Ik lul niet. Dat is 100% waar. Ik heb 10 rijlessen voor €200 inclusief praktijkexamen. Precies, één glas Louis XIII. Dat hebben we inderdaad ook gehoord ergens. Moet je zelf tanken? Maar dat zou heel grappig zijn. Ik krijg ook geen korting, nee. Nee? Nee. Dat zou heel grappig zijn. Van ja, je moet nu wel eventjes de tank vol gooien, Koos. Dat zou heel vet zijn. En autorijden kan ik toch wel. Dus ik ben benieuwd of ik ook een 10 gelijk examen haal. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou heel vet zijn, ja. Ligt meestal aan vooral het overzicht en niet of je de auto onder controle hebt. Lijkt me een slechte rijschool. Ik ben tot nu toe, maar ik heb pas 2 lessen gehad, ben ik er zeer tevreden over. En ik rij in een Mercedes. Het is wel een kleine Mercedes. Een A1'tje. Het is een Mercedesje. Wel een fijne auto. Diesel? Nee. Gewoon een benzinetje. Ja. Nou, dat is nice. Nou, laten we gewoon wat nieuwtjes. Mensen geloven het gewoon niet. Nee, dat snap ik. Ik vind het heel... waarom zou ik erover liegen dan? Ik heb het toch aan jou verteld toen ik het kon doen. Toen was ik waarschijnlijk ook al soort van, oh wauw, dat is goedkoop. En nu had ik dat weer gewoon, oh wauw, dat is goedkoop. Ja. Maar het klinkt inderdaad als een introductieprijs. Maar hopelijk ben je gewoon klaar dan ervoor. Ja. Dat zou natuurlijk vet zijn. Nou, we gaan het zien. Ja. Ik ben benieuwd. Maar dat was ook mijn hele ding. Van, het zal vast wel een slechte verkeersschool zijn als het voor dat geld is. Dat zei ik ook tegen jou. Ja, maar ik heb nu 2 lessen. Concurrerend, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb nu 2 lessen gehad. Nee, het zijn hele, hele chille dude. Echt een hele aardige man. En nee, best wel fijn. Een goede auto ook. Ja, dus, het is helemaal prima natuurlijk. Ja. Nice. Even kijken. Pap. We hebben hier wat nieuwtjes, Kas. Een van die nieuwtjes begint natuurlijk over de State of Play. Hey. Wat hoor ik? Oh, ik zet eventjes dit uit voor jullie. Ratchet & Clank hoor je. Ja, zeker weten. Je hoort toch... Hey. De tv is, het moet even gemute worden, jongens. Ja, maar het staat nu uit. Dus ik weet niet wat we überhaupt nu horen. Vanuit die HDMI. Dus ik zou een HDMI-ruis. Ja, ik denk dat het met die frequentie te maken heeft. Maar okay. Ik zou hem heel even muten, de tv. Ja, dat wordt er nu gedaan. Heb jij gisteren State of Play gezien? Nee. Nee. Het mooie is, ik postte net ook op Twitter de einde van de week live foto. Er stond nabeschouwing State of Play. Dus ik zeg ook tegen de gastie, nabeschouwing State of Play. Jullie weten dat het vanavond is, hè? Maar het was gisteren. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk gelukkig is er altijd een beetje redactie gedaan. Dus gaan we gewoon nu even kijken live naar wat Ratchet & Clank units. Ja. Het is grappig dat er net iemand aankomt, maar dan... Ja, ik dacht dat iemand hem ging muten. Hoe klinkt dit bij jullie, jongens? Klinkt het bij jullie wel goed? Jullie hebben ook een ruisje. Nou, dan zet ik het gewoon uit. Dat kan niet. Maar ik denk dat het gewoon uit de tv komt. Ruisig. Het komt uit de tv, dus iemand moet heel even die tv muten. Oh ja, precies. Wessel, kan je de tv komen muten hier? Top. Lekker bezig. Puk! En dan hopelijk doet hij het dan wel. Zullen we hem gewoon opnieuw doen? Nee. Zeker niet, helemaal niet nodig. Dit is gewoon hoe live mediaproductie gaat. Kijk, nu mag jij hem weer aanzetten, redactie. Nee, dit was de redactie, dat is daar. Want nu horen we namelijk niks. En als het goed is, als je ons of stuur het dan even naar B, dan zou het wel goed moeten gaan. Nee, dus. Dan hoor ik ruis, ja. Denk je dat het hier gewoon de... Ik denk dat het met de frequentie te maken heeft. Ja. Nee, zet het dan maar weer uit. Geen audio. Geen audio effect in deze einde van de week live. Maar kijk nou eens even wat hier gebeurt, Koos Moten. Jesus Christ.
dit ziet er een partijtje HD uit. Ja, sowieso. We hadden natuurlijk al wat trailers gezien en gameplay van deze game. Maar dit schijnt een hele lage resolutie vanwege. Ja, maar dat is natuurlijk omdat ik... Telefoon. Ja, ik wou net zeggen, omdat zit het tetteren. Oh my god, wat is dit? Maar toen zag er al bijna Disney Pixar-achtig uit. 1440 is het gewoon op 1080, joh. Ik zit er nog op 1080p. Mooi hoor. Ja, precies. Ik zeg dat het mooi is en het kukt er gelijk in. Ja. Gaat lekker vandaag, precies. Ik zit dus op een... Moet ik er zo bij gaan zitten? Nee. Op een wifi ding, maar dat is heel vet. Misschien zijn we inmiddels alweer... Ik ga er gewoon even... Het is echt vertel juist wat leuks vandaag. Dit is vervloekte vrijdag. Hier, daar gaat hij alweer. Hartstikke idee. Maar in die trailer zag het er natuurlijk al fantastisch uit. En... Oké, daar gaan we weer. Stop even. Ik ga hem nu weer even uitzetten. En nu ga ik kijken of we inmiddels al... Oh mijn god, voor alle einde van de week live die we wel eens hebben opgenomen. Is dit misschien wel de slechtste ooit. Ja, als je dat zegt wel, ja. Als je gewoon doet... Ja, als ik het niet had gezegd, dan was het... Alsof je doet gewoon alsof je niks aan de hand is, dan... Sorry man, ik kan wel een beetje acteren. Ja, dat kan je inderdaad wel aardig, ja. Maar niet heel goed. Maar, wat vind je van deze stil? Ja, ik word er stil van. Het is zo'n lijpe stil, toch? Nee, maar heel eerlijk, die game ziet er tegenwoordig bijna Pixar-achtig uit. En dat vind ik echt heel tof. Ik denk dat we... Het ligt er een beetje aan hoe snel de ontwikkeling gaat. Ook met dingen zoals deep learning, supersampling. Wat ook naar de consoles aan zit te komen, weet je wel. Van gaan we deze console generatie... Kena, Bridge of Spirits is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Gaat dit de console generatie zijn dat we echt gewoon Pixar-kwaliteit games hebben? Ja, of fotorealisme of Pixar-kwaliteit qua fotorealisme verwacht ik nog niet. Maar heb je die demo gezien van de Unreal Engine, MetaHuman? Ja, maar... Oh, dat vind je niet tof? Ja, het ziet er mooi uit, maar weet je, ik wil dat eerst nog wel eens echt zien in een game. Ja, dat is waar. Dat duurt wel even voordat dat erin zit. Net zoals die Unreal Engine 5 demo, toen ook op PlayStation 5. Ja, het zag er insane uit. Ja. Maar ik wil het even in een game zien. Weet je, ik geloof best wel dat het kan. Maar dat is niet fotorealistisch. De omgevingen zagen er fotorealistisch uit. Maar de karakter zag eruit alsof ze uit Kena kwam. Ja, nou, dat zag ik hier net eventjes ook voordat wij bruut weer werden gejuked. Kijk, nou, we zijn als het goed is weer online. Ik doe even een F5'je. Even een F5'je erbij. Kijk. Daar gaan we weer. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ik heb nog nooit. En daar zijn een klein gespeeld. Nog nooit. Echt nog nooit. Kijk nou hoe dit eruit ziet. Kijk, er gaat de rift open. We zijn er. Ja, die rifts, dat is wel het hele ding van deze Ratchet & Clank natuurlijk. Dat nu voor het eerst mogelijk is door de PlayStation 5 architectuur. Ja. Door die extreem snelle SSD. Waardoor je echt in een fractie van een seconde een heel nieuw universum kan inladen. Ja, ik geloof dat om het zo gechargeerd te zeggen. Dat niet op PlayStation 4 kan. Nee, PlayStation 4 kan het zeker niet, man. Nee. Als je al in een nieuwe area loopt van The Witcher of zo... dan moet je eerst de textures nog inladen. Dat zie je letterlijk 10 seconden nadat je er al loopt, zie je dat gebeuren. Ja, nee, dat is waar. Dus dat kon echt niet. Maar ja, heb jij wel eens een Ratchet & Clank game gespeeld? Zeker, ja. Ik ben natuurlijk niet zo'n grote platform game fan. Dus het zijn niet mijn soort games... Maar toen ik in aanraking kwam met consoles, met PlayStation... toen heb ik dat wel eventjes gedaan. En throughout the years met GameKings heb ik natuurlijk ook wel wat reviewtjes... of gewoon wat let's plays gedaan met dit. Ja, voor mij is dit echt de titel die ik altijd links heb laten liggen... terwijl ik ze bijna allemaal heb gespeeld. Zeg maar de Jak & Daxter serie heb ik gespeeld... de Crash Bandicoot serie heb ik gespeeld... Medieval heb ik gespeeld. Dus al die Sony platformers, die heb ik wel gespeeld... Nee, dan was het bij mij juist deze. En de rest heb ik vooral wat minder mee gehad en wat dan ook. Ik vind het coole characters. Hoe heette die vorige nou? Sly Raccoon ook inderdaad. Is er ook eentje van. Ze hebben er aardig wat gehad hoor. Ja. En wat ik altijd begreep van mensen is dat juist hier de wapens zo extreem over de top waren. En zo ontzettend vet is gedaan. Kerel, kijk deze stad man. Mensen Jezus. Zeggen het al in de chat. Van dit ziet er ergens vetter uit dan Cyberpunk. Maar wow. Dat is inderdaad gewoon dat level ja.
Dit is wel echt even insane. Dit is de eerste keer dat ik het ook zie, dames en heren. Ja. Dus ik laat het ook even goed op me inwerken. Maar dat die wapens zo vet zijn, maar ook heel even wel respect naar Insomniac. Wat die eruit weten te poepen tegenwoordig. Dat is gewoon in 3 jaar tijd 3 games. Ja, wat dan meer? Spider-Man, ja. Miles Morales en deze. Ja, ja. Ja, en doe het maar. Nee, ja, ik vind Miles Morales is gewoon natuurlijk het team van Spider-Man is daarna verder gegaan met die. Ja, maar het is gewoon nog steeds een hele goede game. Ja, dus dat is vet om te spelen. Heel veel studio's dromen ervan om überhaupt dat niveau aan te tikken. En zij poepen er gewoon 3 uit in 3 jaar. Ik kan het zeggen, dit niveau is insane. Dan zag je net die jetpack action. Gewoon eventjes heel simpel, alsof het niks was. Dat doet me wel wat. Ik zeg je heel eerlijk, ik denk wel dat dit een titel is die ik ga spelen. Ja. Simpelweg, er zijn nog niet zo heel veel titels uit, weet je wel. Dus elke PlayStation 5 exclusive die je kan krijgen, die ga je waarschijnlijk oppikken. Want ja, wat moet je anders nog spelen? Toch? Precies dat. Er is nog geen reden om een PlayStation 5 te hebben. En wanneer deze uitkomt, is dat een reden. We hebben natuurlijk nu... we gaan straks om 4 uur spelen Returnal. Is Returnal een PlayStation 5 exclusive? Ja, voor zover ik weet wel, ja. Geen PlayStation 4? Nee, geen PlayStation 4. Voor zover ik weet. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Ah ja, die krijgt, maar hij krijgt hoge cijfers, man. Ja, precies, hij gaat heel goed. Dus wij gaan er straks letterlijk... We hebben hem volgens mij gisteren gehad. Dus we gaan er zo meteen mee aan de slag. Ja. We hebben hem dus wel op PlayStation 5 inderdaad. Maar het schijnt een hele moeilijke game te zijn. Dus ik ben benieuwd. Want ik ben natuurlijk aan Demon's Souls begonnen dit jaar. Ik ben aan Sekiro begonnen dit jaar. Extreem moeilijke games. Dit jaar? Vorig jaar? Sekiro. Begonnen sowieso vorig jaar. Ja, vorig jaar begonnen, maar echt gespeeld dit jaar, ja. Weet je wel. En ja, dat kan behoorlijk frustrerend zijn, want het zijn echt hele moeilijke games. Maar het zijn ook zulke bijzondere ervaringen, die toch je hele manier van gamen... Oh, nu ga je wel even 180. Nee, 180, ja, je approach is heel anders dan elke andere videogame. Nou, vroeger niet. Die je gewoon lekker relaxed kan spelen. En hier moet je heel bewust bezig zijn met wat je aan het doen bent. En alles is een grote dreiging. En dat voelt wel goed. Maar vroeger in games was dat altijd zo, hè? Ja, zeker. En Returnal schijnt dat nu ook weer te gaan doen. Ja. En ik vind het toch wel opvallend dat PlayStation voor 2 exclusives al voor de PlayStation 5... pleurig moeilijke games heeft uitgekozen. Ja. Demon's Souls natuurlijk. En nu ook nog eens Returnal. Uitgekozen of gewoon de kans gehad? Nou, ja, kijk, ik vind nou het, meer. Vind ik veel, dit nou doet. Dat veel uitgevers dat niet doen. Simpelweg omdat het een niche markt is. Maar het begint toch wel zulke grote proporties aan te nemen. Dat Sony het best wel aandurft om dat soort type games. Ja. Als hun exclusives te pushen. Ja, ze hebben zoiets van dit is voor de players. En dat doen ze niet meer. Maar dit is wel echt voor de players. Ja, players en misschien niet voor iedere player. Maar wel degene die er wel van houdt. Die waardeert dat zo erg. De echte gamer. Dat ze wel echt van Sony op die manier gaan houden. Weet je wel. Dat is wel... De club die het toch maar doet. Ja. En ook ruimte maken voor dit soort games. Precies. Jezus. Ondanks dat ze geen Game Pass hebben bijvoorbeeld. Nog niet. Ze zijn bezig. Ze hebben PlayStation Now. Ik vind het goed genoeg. Maar het is wat het is. Ja, goed genoeg. Totdat inderdaad Game Pass was. Toen hadden we hoe het nieuws. Maar dit is weer wat anders. Dit zie je dan weer bij Xbox niet. Wat we hier nu aan het zien zijn. Ik ben niet heel erg fan van deze Purple Lava. Maar... Nou, ik moet zeggen, ik vind de game... prachtig mooi uitzien. Ja, insane. Maar... Ik ben wel echt mesmerized. Ik heb qua gameplay nog niet hele bijzondere dingen gezien. Op de rifts na dan. Nou ja, heb je die al gezien? Of was het een cutscene net waar erin gerift werd? Ja, er waren cutscenes eigenlijk. Ja. Ik moet nog zien of dat überhaupt een gameplay ding wordt. Of quicktime events, weet je wel. Ja, ik denk wel dat het een gameplay ding wordt. Dat moet haast wel. Toch? Chat, kom op man, dat moet daar. Ja, dat is marketing, hè? Een soort van, check, we doen iets met Rift. En dan uiteindelijk is er niks gameplay-wise met Rift. En had het dus wel gewoon op de PlayStation 4 gekund. En dan komt hij ook gewoon. Ik denk niet dat deze PlayStation 4... Oké, daar is een Rift. Voem. Ja, dit was dope. Ik wou net zeggen, het ziet er wel vet uit, toch? Mm-hmm. Ja, het is niet een nieuw level, hè? Het is gewoon een stukje. En dan... Ja, het is verder in het level. Ja. Wij hebben gezien in die vorige trailers dat ze ook echt naar hele andere werelden gingen. Maar waar is dat gameplay? Het was in-game, maar of het gameplay was... Ja, daarom. Dat kan gewoon een mooie opgekalfaterde cutscene zijn. Maar de Rift worden straks heel vet, zegt Quincy. Dus dat is nice. Quincy.
Ja, die zit gewoon even lekker in de chat. Moet je niet werken of zo? Moet je naar school of zo? Het zit in deze speler, richt naar een nieuw level. Maar om heel eerlijk te zijn, kijk, als ik dit zie, het ziet er niet interessant uit. Het ziet er heel mooi uit. Ja, ik vind het dus, omdat het mooi is, vind ik het interessant. Ik hou helemaal niet van platform games, maar omdat het er zo vet uitziet, wil ik het wel gaan doen. Ik vind het wel heel vet hoe die zichzelf in die rifts trekt. Trekt hij die rift naar zich toe? Alle twee. Trekt hij die wereld naar zich toe of trekt hij zich naar die rift toe? Tegelijk. Alle twee. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Nou, dat zeg ik je toch. En waarom zien we, als hij die slide doet, zien we 5 versies van hem of zo? Ja, omdat dat is een time rift. Dat vind ik vet. Dat is een soort van rare animatietruc. Omdat er natuurlijk iets met time rifts gebeurt. Kijk hier. Boss level. Hey, is een koude vette boss level, man. Nou, laten we even kijken of er wat interessants gebeurt. Nee. Het is een platform game, man. Games anno 2020, 21, al die 20's. Hou je mond, man. We hebben het Takes Two gespeeld. Deed leuke dingen met een boss fight. Ja, oké, maar nou ja, leuke dingen, omdat je het met z'n tweeën deed. Maar niks daarvan was vernieuwend. De level van... Riffs. Kijk, nou, dit bedoel ik. Dit had niet op een PlayStation 4 gekund, hoor. Oh, en dan komt hij ook gewoon daar eruit. Jesus, hij is ook nu... Je kan ze niet ontsnappen. Maar... Weet je, ik ga het spelen. Maar puur omdat er dus niks anders te spelen is nog op PlayStation 5. Ja. En jij hebt er tenminste in ieder geval eentje. Ja, ook dan nog eens. Jezus man, hoe lang moeten mensen nog wachten op een PlayStation 5? Hoeveel mensen in de chat zitten er nog steeds te wachten op een PlayStation 5? Ik denk echt heel erg veel. Ik denk meer dan de helft nog steeds. Sven de Man die zegt ook iets vet. Doctor Strange game met deze tech lijkt me ook even vet. Kunnen we een polletje doen? In de chat van of mensen nog steeds op een PlayStation 5 zitten te wachten. Ja of nee? Ik ben best wel benieuwd naar die verhouding. Weet je, want dit zijn gamers. Ja, het gaat niet om de nee, het gaat om de ja. Een soort van wie zit er, dan weten we hoeveel mensen er nog zitten te wachten op die unit. Ja, want ja. Ik ben best wel benieuwd, want dit zijn gamers. Deze houden over het algemeen toch wel meer voorraden in de gaten dan de casual gamer. Kijk nou. Ik ben heel benieuwd, man. Ik denk dat meer dan de helft is die het niet heeft. Kijk, meisje heeft er al... Jezus, hé. Ja, het is wel genieten dit hoor. Ja, echt. En wat ik zeg. Niet dat ik me heel erg lol ga hebben met die game. Dus je wil maar, gewoon in Jesus. Deze wereld wil je gewoon voorbewegen. Dat heb ik nu wel. Dit is voelt gewoon full on next gen. Oké, de polletje loopt hier in ieder geval. Oh my god. 61%. 30 mensen 70% al, ja. Ja, maar het gaat niet om de procenten. Het gaat om hoeveel mensen. Kijk, weet je, misschien zitten er gewoon heel veel weinig mensen met een PlayStation 5 te kijken nu. Ik denk dat het een goede afspiegeling wel is hoor. Nee, dat denk ik niet. Maar, nou ja, 50-50. Maar dat bedoel ik, er zijn gewoon al 60 mensen hier in de chat die nu gewoon zitten te wachten. Ik wacht op Bethesda voordat ik een keuze maak. Dat vind ik niet heel onverstandig. Hij wacht op Bethesda? Ja, om te kijken wat zij met Xbox gaan doen. Wat en als Xbox het niet met hun gaat doen. Ja, en als het niet interessant is, dan gaat hij voor een PlayStation 5. Smart. Jezus, ik vind dit echt heel mooi. Ik wil dit gewoon spelen. En je hoeft niet lang te wachten. In juni komt hij uit. Ja, dat is vet. Ik wil het nu. Ik wil niet in juni, ik wil het nu. Dat is over 2 maandjes alweer, joh. Ja, dan heb ik er waarschijnlijk helemaal niks meer mee. Maar nu, op dit moment, wil ik dit spelen. Ik zou gewoon nu de PlayStation 5 aan willen slingeren. Een soort van stoppen met even kijken. Nou ja, hoeveel mensen? Dus 53%, 80 mensen dus niet. Dus makkelijk 75 mensen die nog steeds zitten te wachten op hun PlayStation 5 nu. Dat is heel... En iemand zegt, eerst nog even Village. Ja, ik weet niet of ik daar iets over mag zeggen. Dat denk ik niet. Nee. Helaas. Kijk deze fucking deze tijdkikkers. Maar Resident Evil Village, ja jongens. Pff. Is dat een game waar je naar uitkijkt? Nee. Niet? Nee. Oh. Ik game niet dat soort dingen. Het lijkt me leuk. Het lijkt me een toffe game. Ik zeg ook niet dat het een slechte game gaat worden. Ik kijk alleen niet uit. Nou, 53%. Ik kijk naar heel weinig dingen uit, kan ik jullie vertellen. Het is bijna 50-50. Ja. 53% over 47%. Maar ja. Minder dan de helft zit in ieder geval nog te wachten op een PlayStation 5. Ja. Maar ik vind dus meer de aantallen. Weet je, ik weet niet, er zitten misschien 600 man te kijken. Als daar nog 80 van er niet een PlayStation 5 hebben die hem wel willen. Dat vind ik al heel veel. Kijk nou, weer ergens anders. Dit is zo bruut. Maar ja, nee, wat ik zeg, ik zit ergens ik zit nergens echt op te wachten. Ja, Grey's Anatomy, daar zit ik op te wachten. Dat ik op de bank weer Grey's Anatomy kan gaan zitten kijken. Dan ga je dat vanavond zitten kijken? Dat denk ik wel. Ach, ja. Gisteravond ook. Jezus. Zo saai.
Wat gebeurt er in die serie wat je zo insane vet vindt? Ik vind het niet insane vet. Ik vind het gewoon lekker en gemoedelijk en chill. En een soort van vrouwen en struggles en relaties en seks. En natuurlijk hospital stuff. Dus af en toe is er gewoon een artery. Het is VTech. DFib. VFib. Oh, he's coding. He's coding. Echt, he's coding. Weet niet, code blue. Je bent echt een rare man af en toe, weet je. Je doet af en toe insane shit. Je zit in metal bands. En dan af en toe verandert hij s'avonds in het weekend. Keert hij weer terug in zijn oude Connie rol. Nou, dat is alleen dit jaar, hoor. Te kijken, ja. Dit jaar. Dat heeft 35 jaar gekost voordat ik ook een Connie rol had. Maar die twee kan ik niet met elkaar. Kijk hoe, jezus. Kijk hoe vet die shit eruit ziet. Ja, in één keer verander je een huismoeder inderdaad, ja. Ja, nee, mag ik ook een keer. Dat zeg ik altijd over de Game of Thrones kijkers. Jullie zijn huismoeders. Maar nu heb ik me ook gevoegd onder jullie. Nee, onder ik vind Grey's Anatomy is een miljoen keer meer huismoeder dan Game of Thrones. Ja, nee, maar ik s'avonds een Karen inderdaad, ja. Overdag een Ronnie. Ronnie voor de Fast and Furious. Wat heeft Koos tegen metal bands? Zijn allemaal sukkels, Seven. Zijn allemaal sukkels. Ellie McBeal. Nee, dat is oud. Dat is, jongens, jullie weten het toch? Ik doe alleen maar hospital stuff. En cops en firehouses. Heb je een paarse body warmer, Jelle? Mm-hmm. Het liefst met bloemen erop. Dat is allemaal mijn ding, hè? Ik zeg dat. Paarse body warmers. Dat is allemaal voor mij, die quotes. Ik lees het op. Heb je dat ook? Okay. Nee, natuurlijk heb ik dat niet. Ja, ik ben niet een huismoeder. Ik was niet een huismoeder. Ja, nu wel. Vroeger niet. Paarse iPhone. Nieuw Amsterdam, ja, zeker weten, Tartuca, daar ben ik al Ik weet zeker dat Suits iets voor Jelle is. Hierna naar House. House vind ik wel leuk. Suits is, nee, helemaal niet. Want er zit geen fucking, er is geen fucking medical of fire of cop stuff bij betrokken. Vind je niet leuk? Nee, helemaal Suits? Niet. Ik heb het geprobeerd. Vind ik nog wel leuk. Tergend. Ik heb Suits gekeken. Dat vond ik wel aardig. Hoe heet die man ook weer? Die heeft wel een charisma ook. New Girl vindt hij leuk? Nee, zit niks. The Resident is heel vet, Michael. Zeker weten. En er zit natuurlijk Megan. Wie? Megan, ik ben haar naam. Van? In wat? Van de koninklijke familie nu. Meghan Markle. Zit die in Suits? Ja, die zit in Suits. Daar is ze beroemd geworden. Grappig, ja. Ja, House of Clinical, maar dat is nog steeds wel met een vraagstuk over medical stuff. Dus House, en heb ik wel heel veel van al gezien. En sowieso House, die heeft tenminste wel een vet hoofdpersoon. Dat kan ik van Grey's Anatomy niet zeggen. Nee, dat klopt. Ja. Je hebt ook gelijk. Het is ook kut. Maar ik vind het gewoon leuk. Seven, hou eens op met zeuren. Je bent echt een surpiet. Een lichtgeraakte surpiet, man. Ik heb helemaal niks negatiefs over metal gezegd. Deze man is altijd alles wat je zegt. Wie is Seven? Waar staat hij? Geen idee. Zeven. Voelt zich zo aangesproken bij alles wat je zegt. Ik zeg, Jelle zit in een metalband. Wat heb jij tegen metal? Ja. Niks. Hou je mond. Ga zitten. Weet je, kom op, man. En wat nou, al haat je wel metal? Dat mag. Ja, maar tuurlijk. Maar dat zeg ik niet eens. Nee. Maar deze man altijd, jongen. Echt verschrikkelijk. Ja, hij vindt jou ook gewoon weer met die fucking, niet een toffe kerel. ESO-stream. Echt verschrikkelijk, man. Ja, nee, dat kan. Oh, check dit! Wat bruut. Die suits zijn bruut, man. Fotomode zit er trouwens wel echt overal in, hè, tegenwoordig. Ja, ik doe daar niks mee, maar... het is wel leuk dat kan. Die suits net waren heel vet. Dit gaat heel snel. Gaan we wel even doorspoelen. We zitten dit wel. Oh jee, we zijn al bijna bij. We zitten dit gewoon een kwartier lang. Ik wou het zeggen, we zitten deze hele fucking te kijken. Dat is echt heerlijk. Ik ga het nu. Nou ja, laten we gewoon even de laatste bof fight ook gewoon zien. Ja, meer omgeving kijken hoe vet dit eruit ziet, man. Zwing. Deze tocht hij er wel echt helemaal zelf doorheen. Ja, dit is heel vet. Dit is leuk, man. De fucking next gen graphics. Dat is wat er hier gebeurt. Next gen graphics. Dus dat is tof. Nou, dan gaan we. Nou ja, we hadden het al. Dus voor de rest zie ik dus inderdaad. Er zal wat Returnal in de State of Play hebben gezeten. Zal ik even opzoeken wat de State of Play nog meer heeft gedaan? Maar dan moet jij namelijk wat zeggen. Dat is dan. Okay. State of Play. Oh, Returnal. Of iets in de State of Play zat. Ik denk het wel. Ik bedoel, het was toch het laatste opzetje voor de release. Want hij is vandaag uit. Oh, en 54% van de chat haat metal. Dat vind ik niet heel veel. Ik hou van Metal Gear. Dat is ook leuk. Nou ja, luister naar metal, hou je inderdaad. Oké, metal is bij deze gecanceld, zegt Smash Rocket. Dat is prima. En ze zeggen Among Us is ook een underworld stuff zijn. Braid. Kena Bridge of Spirits. De Kung Fu Inspired Sifu. Oh, ik wil gewoon shit hier zien hoor. Five Nights at Freddy's. I don't give a fuck.
Die Five Nights Horror games moeten gecanceld worden. Dat is een partijtje fucking volgerij van de volgerij schapengedrag. Zo? Vind ik gewoon. Weet je, dat soort van al die eerst had je, weet ik veel, Slenderman. En toen, Resident Evil is toch gewoon... Resident Evil is the top of the line. Dat werkt natuurlijk anders. Dat is een andere tier. Maar ik heb toch wel genoeg andere horror games nog. Silent Hill. Ja, dat is allemaal cool. Gewoon, er bestaan ook niet coole horror games. En daar heb je een enorme haat tegen. Nee, tegen die wat kleinere soort van... Oh, we gaan maar horror games maken... omdat iedereen het blijkbaar zo vet vindt op Twitch. Zoiets. Je kijkt een State of Play van een aantal maanden geleden. En dan? Jij zit te oud? Vet. State of Play april 2021. Dat is wel nu. Iemand zei dat je een oude erbij had gepakt. Ja, dat hoeft ook helemaal niet ingeschakeld te worden. Want ik was nog helemaal niet aan het kijken, maar... Wat ik anders ga doen is, dan pak ik hier. We zijn Game Kings, we zijn een video-website. Dus dan moet jullie ook de medium vond ik niet eens. De medium was horror. Echt super medium. Maar vond ik niet eens echt horror. Het was meer thriller, zou ik zeggen. Dit hebben we al gezien. Dit was natuurlijk Subnautica. Wat is het? Below Zero of zo? Nou, en misschien moet ik het toch een keertje gaan spelen. Ik heb best wel veel goede verhalen over Subnautica. Dit is Among Us. Nou, gives a dick. Among, ik zweer het je, als eigenlijk, Jelle, we moeten een keertje Among Us gaan spelen. Ja, echt, dat wordt grote ruzie. Ja? Dat wordt echt grote ruzie. Nog erger dan Mensen Erg Je Niet of Monopoly. Dat moeten we echt een keertje gaan doen. Oké, het merendeel was gewoon deze fucking Rift-stuff. Among Us, ook met kale benen bij inderdaad. Ik vind dat we dat moeten gaan doen. Jezus Christus, er was niks anders. Het was alleen maar deze shit. Het was alleen maar deze shit en daarvoor nog wat Among Us. Oké, crap. Crackhouse. Oprotten. Among Us voor een nieuwe tv-aflevering. Nou, we hebben al een vet idee voor een nieuwe tv-aflevering. Ik ga niet teasen. Nee. Nee, oké, ik ga niet teasen. Sorry. Maar het heeft te maken met een horror game. Oké, maar het heeft te maken met een horror game. Ja. Nou, toch? Dan kunnen ze het zelf denk ik al redelijk invullen. Ja, het is niet Five Nights at Freddy's in ieder geval. Het is niet Five Nights at Freddy's. Precies. En het vindt mogelijk plaats in een dorp. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, in Lutjebroek. Ja. Zowel Microsoft als Sony die hebben aangegeven dat ze financieel het beste jaar ooit hebben gedraaid. Dat is niet heel gek. Nee? Nee. Als in de hele geschiedenis, waarom is dat niet gek? Omdat we piek PlayStation 4 zitten. Piek? Ja, er zijn er ooit meer PlayStation 4 gebruikers geweest. In nee, dat niet, maar wel verkocht. Hoeveel is er verkocht? Nee, maar luister, je zit op piek PlayStation 4 gebruikers. Ja. Nou, dat zijn 100 plus miljoen al. Dus daar zit je al op. Ja. Je zit in een tijd waarin services en subscriptions gewoon heel erg groot zijn. Ja, iedereen koopt games door Rona. Ja. Daarom, het is heel logisch. En ze hebben een nieuwe console. Die ze ook even 7,8 miljoen keer hebben verkocht. Maar niet aan jullie, want jullie zitten nog allemaal te wachten op een PlayStation 5. Ik vind het ergens wel een soort van een rare... Het voelt niet als peak... Ja, wel. Het voelt als peak gaming consumption, omdat inderdaad iedereen thuis zit. Maar is het peak, weet je, is het peak gaming content? Nee. Qua games en qua dingen die wij erover... Weet je, wij maken vette content en heel vaak over van alles en nog wat. Maar we gaan niet meer naar vette trips. Nou ja, überhaupt al, weet je, het voelt 2020 voelt niet als een impressive gaming jaar. Door het gebrek van de E3. Niet, maar... Ja, door het gebrek aan hele vette launch games. Maar als ik alleen al in mijn omgeving zie... hoeveel mensen echt vorig jaar een console toch nog hebben gekocht. Zelfs mensen die Stadia hebben gekocht... vanwege die Cyberpunk deal en shit. Cyberpunk is natuurlijk uitgekomen. Moeten we ook niet afvlakken. Los van dat mogen we wel afvlakken, hoor. Nou ja, los van dat die launch niet is gegaan zoals we hadden gehoopt, heeft er natuurlijk wel veel stof doen opwaaien. Nee, 2020 was een goed gamejaar, man. Dat is toch een vet jaar? Nee, vond ik niet. Ja, jouw games zijn er niet, maar... Nee, maar ook überhaupt gewoon, ik vond het niet... het was dus niet qua aankondigingen en verrassingen en wat dan ook was het niet. Het was echt gewoon het jaar dat iedereen gewoon lekker op de bank heel veel en lekker zat te gamen, omdat ze niks anders konden doen. Dat wel, maar dus het voelt alsof... Ja, ander soort momentum of zo. We hebben met z'n allen misschien meer gegamed dan ooit tevoren vorig jaar. Maar het voelde niet alsof het helemaal hot and happening was. Maar voor ons. Ik denk dat het voor de chat anders is. Ja, omdat wij niet meer op trip gaan, niet meer naar de E3 gaan. Ja. Niet meer naar game...
Hoe heet die zit in Duitsland ook weer? Ik vergeet het ook. Der Gamescom. Gamescom. In das Köln. Maar ik denk dat voor de mensen thuis, die hebben zoiets van, nou, ik heb nog nooit zoveel gegamed. Ik heb heel veel Twitch gekeken, omdat veel meer mensen dat doen. En doordat ik Twitch ben gaan kijken, ben ik meer multiplayer games gespeeld met andere mensen of whatever. Ik denk dat voor mensen thuis heel anders is gegaan dan voor ons. Ja, nee, dat kan heel goed. Dat, precies, dat is ook mijn experience daarmee. En er zijn ook mensen die met jou eens zijn. Ja, gelukkig. Nee, eens met Jelle. Nou ja, gelukkig. Dus dat is inderdaad, die hebben het ook een soort van... En wat ik zeg, we hebben wel met z'n allen denk ik collectief verreweg het meest gegamed vorig jaar. Dus dat snap ik heel goed. Maar het gravitas, weet je, de vibe, de yeah factor, die was... Ik ben een beetje overgamed. Ik ook. Kan dat... Was ik trouwens al voor COVID? Nee, ik het nu. Na anderhalf jaar COVID. Ja. Ben ik een beetje overgamed. Nee, je hebt gelijk. Ik was niet voor. Het was na Warzone. En ik heb gewoon de eerste 3 maanden van de lockdown alleen maar gegamed. Dus dat was Warzone, dat was Ghost of Tsushima. En dat waren nog wat andere dingen. Jij dus... was toen ook echt balls diep in Warzone. Inderdaad. Ja, maar ik heb gewoon dagenlang 10 uur lang per dag gegamed. Inderdaad, dat klopt. Ja. Nee, ik heb ook echt veel meer gegamed tijdens deze hele lockdown periode. Ook door die avondklok natuurlijk. Waar we echt 3 maanden in hebben gezeten. Uiteindelijk voor niets blijkt. Ben ik wel een beetje boos over. Ja, maar heeft niks gedaan. Ja, dat doet me heel erg pijn. Ja, in hindsight, weet je wat nou, als we het hadden gedaan en dat had wel heel veel gescheeld, dan hadden we hier ook niet over gezegd. Er is ook nooit een goed antwoord op te vinden. Nee. Dat is ook waar. Maar het wordt je niet heel eerlijk gebracht en dat is waar ik het meest aan stoor. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb zoveel gegamed en ik ben nu een beetje uit. En het grappige is, ik wil heel graag gamen, want ik start de hele tijd mijn Xbox op, ik start de hele tijd mijn PlayStation 5 op. En dan is het... Ja, even 1 potje Battlefront 2. Ja. En dan... Wat moeten we nou? Wat moeten we... Ja, maar daarom. Dus dat bedoel ik. Er is niet zoveel. Nee, ik zit echt te wachten. Ja, er is heel veel. Op Game Pass staan er echt honderden games. Nee, maar echt ook vette games die ik nog niet gespeeld heb. Okay. Maar ik heb echt zoiets van, nee, ik wil even een nieuwe ervaring van een gloednieuwe next-gen game die ik... waar ik weer even mijn hele leven aan kan ophangen. Maar dat ik nu even niet. Ja, maar dat bedoel ik. Dus dat mis ik ook. En dat is een beetje, dat miste ik vorig jaar. Vond ik dat lager, die momenten dat ik dat had, dan voorgaande jaren. Maar misschien gaat er Returnal zijn inderdaad. Wat kleine vernimmer zegt. Ja, ik ga dit weekend ermee aan de slag. Dus Both Goose die zegt ook, jullie gaan altijd alleen voor de AAA. Nou, dat is niet waar. We spelen ook non-AAA games, maar daar maken we minder content over, omdat jullie daar minder naar kijken. Heel simpel. Nee, ik speel wel weinig. Maar ik denk dat wij ook gezamenlijk op de redactie. Oh nee, jullie spelen heel best veel. Jullie spelen heel veel met z'n allen. Daan ook, jij ook, Kevin ook. Zelfs J.A. Zelfs J.A. Ik speel bijna alleen maar. Steven speelt alleen maar non-AAA games, bewijzen van. We doen dat heel vaak. Maar wat Jelle zegt, het scoort niet. Nee, en dat is heel de... Het scoort niet, maar ik vind het zo vet. Weet je, ja, jij vindt het vet. Maar als wij dat soort dingen op de website zetten, wordt dat veel minder bekeken dan dingen over AAA games. Dus vandaar dat we dat niet doen. Ik ben best wel mainstream hoor. Maar mainstream betekent niet automatisch dat het slecht is. Ik bedoel, er is heel veel mainstream wat echt bagger is. Dan heb ik het over de Fast and the Furious shit. Ja, ik haal dat altijd... Ja, maar het is een eye of the beholder natuurlijk. Maar ik haal het altijd even een beetje aan om... Ja, maar ik vind dat juist een voorbeeld waarom dat niet zo goed klopt. Omdat het zo'n peak fucking Hollywood production. Ja, die insanity. Ja, oké, qua mainstream. Ja. Oh, niet slecht. Nee. Want je hebt ook mainstream die slecht is inderdaad. Nee, ik vind het slecht precies. Als... Nee, maar ik vind het slecht als in het is hersenloos popcorn vermaak. Nou, de een vindt het prachtig. Dat ben jij. Ja, maar het is peak hersenloos popcorn vermaak. Maar er zijn ook heel veel mainstream dingen die wel gewoon diepgaand zijn tegenwoordig hoor. En ja, maar er zijn dus ook mainstream dingen die niet zo goed zijn als Fast and the Furious. Zeker. En dat klinkt misschien gek, maar dus wat ik zeg, dat is peak, budget, blockbuster stuff. Van alle mainstream dingen zit dat wel aan de bovenkant. Precies, ja. Qua production value. Alleen, in dit geval niet qua diepgang. Dan moet je alleen wel liggen. Ja. De eerste 3 Fast and Furious vond ik fantastisch. Daarna heb ik het een beetje losgelaten. Ja, nee, dat hebben we het al vaak over. Ja, ik vind je laptop begint op te stijgen. Ja, dat kan gewoon. Ben je weer aan het minen? Ik ben even aan het minen. Ja, nee, hot news, hè. Dan krijg je het er warm van. Of gewoon, we hebben hier een hot talk. Dat kan ook, hot topics. En precies, Fast and Furious is gewoon vet. Nogmaals, ik zeg niet dat het niet vet is. Ik weet dat Jelle er bijvoorbeeld heel erg veel van kan genieten. Ik kon er vroeger enorm van genieten.
Het is alleen nu niet meer mijn cup of tea. Dat maakt het niet slecht. Dat is wat ik ermee probeer te zeggen. Mainstream is niet per se slecht. Dat betekent niet dat slechter is of minder slecht arthouse. In alles is er kwaliteit te vinden. Ook in mainstream. En Vin Diesel is wel te oud, man. Inderdaad. Ja, ik zag die soort van promo die hij had opgenomen. En dan ging hij voor de auto staan en we keren weer terug naar theaters. En allemaal dat soort dingen, weet je wel. Ja, van de bioscopen gaan weer open. En noem het allemaal. Maar hij is zo oud. Hij begint zo'n beetje zo'n opgezwollen gezicht te krijgen. Dat ook zijn ogen. Nou, het is meer dat, en het is niet per se nodig hoor. Voor wat we zijn er natuurlijk. Ik probeer niet Vin Diesel te body shamen. Ik word niemand te body shamen. Maar hij is gewoon niet ripped. Ja, maar hij heeft wel muscles, maar daaroverheen ligt gewoon meer spek dan dat ik heb. Dat is echt hij is 50 bijna, denk ik. Ik denk dat hij 50 geweest is. Maar, ja, dat denk ik wel. Oké, ik ga het nu googlen. Maar dat is gewoon niet... Ja, daar heb je CGI voor of gewoon trainen. Hij moet gewoon minder vreten. Of 53 zie ik dat hij is. 53? Ja. Maar deadbot. Met daaronder sick jack muscles. Dat is er ook wel. Maar het is niet impressive. Dus, en dat wat ik zeg, het hoeft ook niet elke serie of elke film een fucking Arnold Schwarzenegger vroegere jaren 80 rips hier te zijn. Dus dat is ook zo. Niet iedereen is The Rock. Ja, hij is inderdaad Steven Seagal. Ogen heeft hij inderdaad. Ja. Ik heb die pants van Vin Diesel heb ik gezien. We kennen toch allemaal die foto van hem. En die is echt al 10 jaar oud. Volgens mij nog ouder dan 10 jaar oud. Dat hij op zo'n jacht staat met een peuk in zijn bek. Dat de peuk en heeft hij echt zo'n pens. Ja, fucking Brit. En dan, dan doet hij hem niet op. Living the good life, toch? Ja, maar daarom. Het is ook vet. Alleen dan moet je inderdaad niet soort van de hele flashy action guy gaan spelen. Dan moet je gewoon de soort van... Waarom de niet? Beer drinking action guy. Als je betalen. Nou, je hebt gelijk. En het feit dat niet elke guy hoeft inderdaad soort van rip te zijn. Dus ergens is het ook gewoon vet. En ik denk ook dat daar een beetje die ego crush vandaan kwam toen Dwayne Johnson Fast and Furious joined. Maar die guy is een fucking monster. Weet je, en misschien over 10 jaar ook niet meer. Hij was de monster in Fast and Furious. Ik weet niet of hij ooit zo'n monster is geweest. Jawel. Ja? Hij was de muscle. Ja, oké. In vergelijking met The Rock is het niks. Nee, precies. Is maar het een hij was de muscle. Ja, oké. Dat is inderdaad misschien een goeie. Anyways, ja, vet dus voor Sony en Microsoft. Beste jaar ooit gedraaid. Hopelijk zien we dat terug in de games van de aankomende paar jaar, jongens. Put the money where the fucking mouth is. Of iets dergelijks. En iemand zei dat net, of volgens mij was het Mr. Mime. Er is een onderzoekje inderdaad op de GameKings website gaande over jullie en jullie gamegedrag volgens mij. En er is ook een state of the industry onderzoek geweest. Ja. Ik weet niet precies wie die altijd uitvoert, maar dat gaat. Ik weet niet of het ook wereldwijd is of vooral Amerikaans. Maar 44%, en dat komt dus, dat state of the industry, het zijn dus gewoon anoniem volgens mij mensen uit de gaming, ontwikkelaar en misschien ook publish kant. 44% van die deelnemers die. Hebben meegedaan daaraan, die zegt een game uit te hebben gesteld wegens COVID. En dat gaat dus het gaat om dit jaar. Dus er worden nu nog steeds dingen uitgesteld door COVID. Vorig jaar was dat namelijk maar 33%. Dus dat is gek. Ja, dat is wel wat ik had verwacht. Nu meer? Ik had ongeveer de helft verwacht. Dus 44%. Ja, maar waarom nu meer dan in juli vorig jaar? Omdat die producties, die zijn al... Die waren bijna af. In een afrondende fase. En ja, dan kan je nog steeds uitstellen omdat je zoveel mogelijk bugs eruit wil halen. Ja. Maar dit zijn juist titels die in een cruciale fase van hun ontwikkeling... In COVID zitten, ja. In de middenmoot gedeelte waarin er gewoon heel veel werk moet worden verzet. Ja, en nu heb je natuurlijk wel veel geleerd in 1,5 jaar tijd over hoe je remote kan werken. Maar het werkt nog steeds niet zo goed natuurlijk als dat je gewoon met z'n allen in een bullpen zit. En je daar gewoon met elkaar los kan gaan. Denk je dan dus daarom ook dat het nog heel lang gaat blijven gebeuren? Die uitstelstaf. Hebben we daar volgend jaar en het jaar daarna nog steeds nasleep van? Want een traject van een game kan makkelijk 3-4 jaar duren. Ligt eraan wat onze overheid overlords met ons van plan zijn. Dus ja, hoe lang we nog binnen moeten blijven. Ja, geen idee. Ik kan er echt niks van zeggen. Nee, denk je dat het heel veel te maken heeft met ik bedoel, vorig jaar, we hebben nu dit weekend de race voor Portimao. In Portugal. Ja. Zijn dit jaar geen toeschouwers bij. En vorig jaar was dat de eerste race waar er wel toeschouwers weer bij mochten. Ik kan er geen pijl meer op trekken. En weet je, hier gaat nu alles. Het is ook logisch, toch? Het is toch ook gewoon letterlijk een organisatie. Nee, het is niet logisch. Virus, nu hebben wij allemaal versoepelingen. Terwijl
als ik de media mag geloven, we de, in de IC slechter dan ooit voor staan. Iedereen begint massaal te janken. En de, ik kan er geen pijl op trekken meer. Ik zou het is organisch. Ja, maar het is niet organisch. Wat, jawel. Nee, dat is letterlijk tegenstrijdig. We gaan versoepelingen doorvoeren, terwijl we bijna het slechtst voorstaan dan ooit. Maar is dat zo? Staan we er het zitten ze het volste ooit dan? Volgens de cijfers wel. Het zou nu echt een rampscenario zijn in op de IC's. Ja, ik weet het niet. Ik ben er niet zelf bij. Nee. Dat is het verhaal wat mij wordt verkocht. Dus het is heel inconsequent inderdaad. En de communicatie is ook echt heel slecht. Ik kan er geen pijl meer op trekken. Dus ik kan hier echt niks over zeggen. Nou ja, je doet het toch. Al zeker 2 minuten. Ja, nee, ja, en de andere kant is dat dus in Nederland. En niet in Portugal. En overal. Het is een super moeilijk vraagstuk. En super organisch. Dus ja, van dat kan je er inderdaad ook niet. Maar het betekent niet dat je als gameontwikkelaar lekker kan gaan ontwikkelen. Nu dan thuis. Dat moet toch wel binnen een jaar opgelost zijn, die vraagstukken. Nee, het is ook wel opgelost. We hebben de meest efficiënte manier om thuis te werken, hebben ze vast wel rondgemaakt. Maar het is nog steeds niet zo relevant of niet zo efficiënt als met z'n allen in één ruimte werken. Want je weet hoe dat gaat. Als je met elkaar bent, je gaat lullen over dingen. Uit de wrijving ontstaan weer nieuwe ideeën. Ik zit even met een issue. Jij staat naast me. Je kan me erover uitleggen en het probleem oplossen. Ja, dat doe je gewoon niet. Wanneer je thuis werkt, probeer je zoveel mogelijk zelf te doen. En uiteindelijk wat je niet zelf kan doen, dan pas ga je op het laatste moment ga je dat aan andere mensen ook uitbesteden. Ja, dat is waar. Ken jij Laura Miele? Dat is de EA Studios head of EA Studios, de boss. Dus niet van EA, maar van de game studios die ze hebben. En die heeft ietsje meer laten weten over Battlefield 6. En dat zijn die, we hadden het er laatst inderdaad over. Toen we het hadden over Battlefield 4 en misschien zelfs wel Battlefield 3. Maar Battlefield 4 zijn jullie lekker aan het spelen de laatste tijd. Ja. En dat we hopen dat Battlefield 6 daar... Een verlengde van is, ja. Ja, en een van die dingen die of zo nog, vet was aan 4 was dat waren de only in Battlefield. Maar dat is het ding van, we zijn op zo'n punt aangekomen dat we maar hopen dat ze maar iets doen in het verlengde van een 10 jaar oude game. Ja. Terwijl we eigenlijk natuurlijk moeten verwachten van een van de grootste uitgevers ter wereld. Met een van de meest talentvolle teams ter wereld. Dat ze gewoon de lat talent 300 keer hoger leggen dan er in het verleden is geweest. Ja, vind je DICE een talentvolle studio? Ja. Ik niet. Ja, vind ik wel. Ik vind het een technologisch sublieme studio. Maar talent zou ik het niet noemen. Waarom niet? Omdat ik denk dat zijn talent en ja, weet je, ik zit even te kijken of ik een andere vergelijking te trekken. Kijk, talent in voetbal kan inderdaad zich weerspiegelen naar technisch hoogstaand, weet je, voetenwerk. Of, ja. Maar Dice is toch niet alleen van de Frostbite engine geweest? Battlefield is toch altijd een mokerharde game geweest? Feitelijk. Altijd? Feitelijk dat we nu Battlefield 4 nog steeds spelen, 10 jaar na dato. Oh, je bedoelt Battlefield en dat die game 4? Nog steeds gewoon fucking goed is, dat is toch talentvol? Ja, ik zou DICE niet per se een getalenteerde, maar gewoon... Nee, dat vind ik echt dat je high daarmee production. Tekort doen. Nee, dat doe je ze echt veel tekort mee. Dat is toch een ijzersterke game. Dat, zeker. Maar niet alleen hoge productiekwaliteit. Ook een ijzersterke studio. Zijn ze nog steeds getalenteerd dan? Dat is de vraag. Laten we dat moeten ze nu gaan bewijzen. Weet je, we weten dat ze technisch ontzettend goed onderlegd zijn. Want Battlefield 1 en Battlefield 5... Ze zien er allebei. En Battlefront 2. Ja, maar daarom. Ook, hè? Precies. Dat is ook Frostbite. Het ziet er insane uit. Ja. Vooral Battlefield 5. Dat is gewoon niet een hele leuke game om te spelen. Nee, Both Goods die zegt. Talent komt alleen natuurlijk. Inderdaad. En DICE, hun stuff is niet een natuurlijk iets. Het is gewoon... Ben ik mee oneens. Weet je. Kijk, Battlefront 2 is gewoon een hele goede game. Maar die is echt verpest door de monetization die EA er doorheen heeft gedrukt. En ook die enorme grind voor characters. Dat heeft EA er doorheen gedrukt. Was gewoon een goede game. Ja. Battlefield 1... Weet je, het stapte al gelijk af van die insane goede progressie die in Battlefield 4 zat. Ja. Waarom? Weer om je money. Fucking, ja, nee, fucking kutshit te verkopen. Okay. Dus je zou hun misschien... En wat is Battlefield 5? Ja, oké. Okay. Dat kan misschien, want dat komt vanuit Patrick Söderlund. Helemaal verkeerd gemarket. Die social justice die ze tot de limiet hebben gevoerd, die discussie. Ja. Daardoor echt de game heel veel schade toe hebben gebracht. En dan ook nog eens... Monetization bullshit en progressiesysteem wat niet klopt. Ja, is gewoon een kut game. Maar of dat ligt aan het talent of aan de uitgever,
Ja, ja, dat had ik dan een beetje in de midden. Nou, ik zocht die zegt ook van definieer talent. Ja, dat vind ik moeilijk om dingen te definiëren. Ik ben zo makkelijk schud ik dingen nou namelijk ook niet uit mijn mond. En helemaal niet als ik niet het woordenboek erbij heb. Dus misschien inderdaad is onze definitie of wat we vinden van hoe een studio talentvol kan worden genoemd gewoon wat anders. Ja. Ja, nou, wat ik zeg, talentvol vind ik dat je gewoon een goede game maakt. En, oh, ja, en nee, dat kunnen ze. Ja, nee, dat is zeer zeker. Ja. Of ze, hopelijk kunnen ze dat nog steeds na Battlefield 4. Maar only in Battlefield momenten dus. Dat is waar ze nu mee opdoelen. Daar zijn ze groot mee geworden en dat missen we. Zijn ze daar groot mee geworden? Of was dat Peak Dice? Dat kan ook. Ja, maar dat is meer van, dat liet zien hoe goed die fucking franchise was, weet je wel. Only in Battlefield. Een game, letterlijk. Ja. Er is geen bewoording die zo raak is als dat. Only in Battlefield. Precies. Het was de tijd ver vooruit. Er was geen enkele andere game die ook dat soort dingen... Nou ja, wanneer is GTA Online gelanceerd? Was dat ietsje later? 2013 of 14? Ja, oké, dus dat is wel later dan Battlefield 4. Ja. Want dat heeft dezelfde zandbak levels. Behalve dat Battlefield is een shooter. Ja. En dit is natuurlijk heel wat anders. Dus dat, wanneer is dan Battlefield 4, ben ik benieuwd. Maar, 2013 ook. Ook? Ja. Nee, dat bedoel ik. Dus Only in Battlefield, die zandbak staf, die had je ook in GTA Online. Ja. Maar niet dat is een ander soort game. Of zo. Battlefield 4 is 2005. Wat? Nee, op zout. Dat is niet waar. Hij zegt, Luc Herman zegt dat. Nee. Hij zegt ook excuus. Dat zal Battlefield 3 wel zijn. Of 2. 2013. Ja, oké, okay, gelukkig. Maar vandaar. Dus ergens is Oli in Battlefield gek. Is niet, vind ik niet heel terecht. Want also in GTA. Maar het was gewoon wel een ander soort game. Voor een game die het niet bedoeld heeft om dat inzicht te hebben, was dat geniaal. En het is ook niet 2014, Luc. Je kan je hier niet meer uit redden. Het was ook niet 2014. Dus laat het gewoon rusten. Je hoeft niet overal te bewijzen dat je daar weet van hebt. Hè? Dus je kan Luc ook wel gewoon Luc wil ook stil zijn in de chat als je het niet weet. Dat maakt verder niet uit. Luc wil een chat Game King zijn. Hij kwam in 2013 uit, omdat het ook nog op de PlayStation 3 was. Het was en 21, dat je daarna 22. Die gratis upgrade kreeg voor de PlayStation 4. Ja, jij weet dat gewoon. Jij schudt dat gewoon uit je mouw. En daarom zit omdat jij hier ik aan het de heb tafel. Gekocht. Ja, precies. Je weet nog welk jaar dat was. 1993. Kijk nou wat ik heb. Let's see. Een goedkope Gatorade. Ik pak nog een biertje dan. Hè. Is er nog dan? Ja, die Hertog Jan die ik net heb gehad. Was sixpack voor €3. Dat is een sweet deal. Heel lekker. Ja, dat dacht ik ook. De Van Mol Nirvana was zelfs voor mij als niet bierdrinker was dat een lekker biertje. En niet dus een pilsje, maar echt een lekker biertje. Hoe was het woensdag op het terras? Ja, dat was een feest. Rogier. Main eventer. Nee, ik moet straks nog rijden. Dus ik doe er straks in de 4 uur stream nog 1 of 2. En dan is dat wel weer genoeg geweest voor vandaag. En ik probeer wel eens... Wat? En een flesje absinthe, toch? Een flesje absinthe, inderdaad. Maar die drinken altijd in de auto. Achter het stuur. Woensdag op het terras, dat was genieten. Ik denk dat ik inderdaad in twee uurtjes er een biertje of 8, 9 doorheen heb geklapt. Ik heb er €50 op de tafel laten liggen en tjallas. Het was genoeg hoor, bedoel ik. Als in. Oh ja, je bent woensdag, hoe was het? Sorry, ja, dat heb je nu net gezegd, denk ik. Maar... Ja, heel vet. Ik zat zelfs nog te denken, we kunnen straks wel even in de 4 uur stream gewoon eventjes een soort telefoonconnectie maken en even op het terras gaan zitten. Ja hoor, hier bij Fred. Ja. Ja. Ja, toch? Ja hoor. Dat dacht ik ook. Gewoon even 1 biertje halen. En dan gaan we daarna weer Returnal spelen. Ja hoor. Nee, oké. Okay. Laten we daar even op aan gaan sturen. Ja, vet man. Ja, precies. Dat is, Zou het vol zitten? Ik denk het wel. Nee. Tyfus weer. Het is tyfus weer, maar het zit aan een studentenflat. Nee, ik zweer het je, er zit niemand. Nou, we gaan het zien. Ja. Spannend! Anyways, Only in Battlefield. Ze gaan erop mikken. Nou, dat is tof. Hopelijk verkrachten ze het inderdaad niet met te veel micro. Maar wat zegt ze over Only in Battlefield moments? Dat, is echt dat ze daar weer echt op gaan mikken. Op dat soort gameplay. Nou, ik vind het mooi om te zien dat EA gelukkig nog op tijd beseft... dat ze goud in handen hebben met een Battlefield franchise. En dat ze nu ook echt alles zetten. Nou... Zo voelde het niet de afgelopen jaren. Als je ziet wat er met de Battlefield 1 en 5 is gebeurd. Maar ze hebben nu alles op alles gezet. En 4 of 6 studio's die eraan werkten. Dat is echt insane. Ja. Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk, dat gebeurt vaak hoor. Onder bepaalde. Weet je, dat gebeurt vaak, maar niet in deze extreemheid. En dat is toch wel dat ze echt alle zeilen bijzetten om hier een succes van te maken. Ja, maar ik bedoel, dus dat gebeurt vaker dat er 5 aan elke Ubisoft game werken ook 5 studio's. Ja, maar dat is een heel ander productieproces. Dat is echt de Ford-fabriek, weet je? En dat is een manier om games te maken, maar ik ben daar niet zo heel erg veel van. Maar waarom is dit anders?
Omdat dit niet studio's zijn die allemaal dezelfde type games maken en daar één gameplay momentje. Ik denk waarmee je het best kan vergelijken, en dan zie je in hoeverre dat van elkaar verschilt, is Criterion, die voor, of was het Motive, dat weet ik heel even niet, die Starfighter Assault Mode heeft gemaakt voor Star Wars Battlefront 2. En daarna, jaren later, die sim-game hebben uitgebracht, Squadrons. Ja, oké, dat zou kunnen. Maar ja, oké, fair enough. Ik heb altijd het idee dat ook aan Ubisoft, weet je, Ubisoft Shanghai en Montreal en wat dan ook. En dan doet Shanghai doet de level design en Montreal doet het dit. En zo denk ik altijd dat soort shit. Maar zij werken vanuit een... En dat moet hier ook blijken, hè, hoe dat hier is gevallen. Maar bij Battlefront 2 paste dat in ieder geval goed. En ze hebben het ook vaak gedaan bij Hardline. Dat Visceral aan de singleplayer ging werken, ja, daarom, bijvoorbeeld. Precies. Maar het moet blijken hoe dat hier is. Ik heb er vertrouwen in. Dus zeg ik nu gewoon. Ik ook. Je merkt aan alles. Kijk alleen al die bewoording. Ja. De hele tijd in de media. Battlefield ze beseffen welke fouten ze hebben gemaakt. Wat ze moeten gaan doen. Ja. En dan is het hopelijk dat ze daar ook echt zelf... Zodat ze weten het waarschijnlijk al langer, maar dat ze het nog nooit gedaan hebben. Het is doorgedrongen nu. En zeg maar nu, die ene developer die wel durfde op te staan tegen Andrew House... of hoe die Andrew Wilson... Weet je wel, die er wel zijn mond durfde open te trekken. Die wordt nu volgens mij gesteund door alles en iedereen. Okay. Zo voelt het een beetje. Dat is Game of Thrones. Game of Thrones, maar dan ik was in Ghost, was ik aan het shorren. Je was in Ghost aan het shorren. Heel sick. Weet jij wat er gaande is met de Windows Store en Steam? Ja. Nou. Want Microsoft, toevallig was dit een nieuwtje die ik links heb laten liggen voor de PC Master Race Show. Maar Microsoft die heeft een commissie die je moet betalen aan Microsoft. Hebben ze verlaagd van 30% naar 12%. Ah. En overal is dat als je bij... Die 30% Apple, is heel standaard. Ja, als je in de Apple Store iets koopt, in de App Store bedoel ik, op je iPhone... dan gaat bijvoorbeeld, je koopt de Buffer app, heb je een abonnement op, betaal je 10 euro per maand, gaat altijd 30% naar Apple. Daarom hebben heel veel van die apps niet meer dat je een account kan registreren in de app. Dat moet je echt extern doen op een desktop of in een browser. En dan mag je inloggen op de app, zodat ze niet die 30% hebben. Logisch. Nu staat die 30% al wat langer onder druk. Ja. Epic Game Store is daar natuurlijk een groot voorbeeld van. Sony doet nog wel, volgens mij. Ik denk dat Steam zal het ook... Misschien was die al ietsje lager, maar niet zo laag als 12%. Die had 30%, maar ook die hadden nu voor een bepaalde developers, volgens mij, als je zoveel x% omzet nog niet had of afzet, dan hoefde je ook niet zo heel veel te betalen. Niels die zegt ook, Apple en Google doen nu 15% als je omzet onder een miljoen. Ja, daarom. Van overal merk je dat 30%... 30% is too much. Is veel te gortig. Ja. Weet je? En dat is, weet je, als jij naar een maffiabaas gaat en je leent daar 10.000 euro, dan moet je... dat. Dit is voor protection. Dat is gewoon een extortion price. Mm-hmm. Weet je, want dan moet je ineens 13.000 euro terugbetalen. En dat is zeg maar, dat is voor een onderwereld ding. Het is illegal, dan snap je dat. Je mag drugs verkopen in onze neighborhood. Ja, zolang 30%. Dat is voor crooks en criminals. Ja. 30% is dan de regel. Maar waarom de fuck moet er dan ook voor bedrijven zijn? Nou, ik vind het wel logisch. Ik vind alleen 30% te gortig. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar daarom. Crookies. Die klopt niet. En omdat ze veel te veel macht hebben, kunnen ze dat hanteren. Apple ook belachelijk dat ze nog steeds 30%. Met de afzet die ze hebben. Kijk, en zo kunnen zij dat natuurlijk ook verantwoorden. Dus dat is ook weer hun verhaal, weet je. Kijk, zij hoeven geen 30% meer te vragen nu met de, volgens mij, een miljard iDevices inmiddels die gebruik maken van een App Store. Ja. Zij hebben die 30% niet meer nodig. Maar ja, anderzijds, dat is ook wel gelijk een leverage. Oh, wil je niet verkopen aan onze miljard devices? Ja, prima toch? Maar het is ergens netjes dat ze dat naar beneden aan het doen zijn. En voor de Windows Store is het nu dus 12%. Ja, alleen die Windows Store, ja, ik weet niet, man. En daarom ben ik niet zo'n fan van Microsoft. Ik had echt een aantal jaren... Zeg je dat nu? Je bent, schrijf het op, hè. Koos is geen fan van Microsoft. Ja. Nou, een aantal jaar geleden dacht ik echt van, ze hebben het licht gezien met de komst van Satya Nadella natuurlijk, die daar nu aan het roer staat. Die heeft het bedrijf wel echt 180 graden omgekeerd. Ze zijn heel erg op eigen hardware gaan focussen, op die integratie van eigen hardware met software natuurlijk, ook Windows die ze hebben. Het zag er heel veelbelovend uit. De service line-up is bijvoorbeeld daar een goed voorbeeld van.
weet je, de tablet... De Windows Store is ook een service. Ja, maar de tablet is niet fantastisch, maar het is... Het is een Surface. Ja, ja, het is een hoogwaardige tablet. Ja. Maar het is een hele vette laptop ook, weet je wel, die je gewoon op beide manieren kan gebruiken. Dat zijn hun successen. En daarna hebben ze zulke rare dingen weer gedaan met die twee schermen en ook weer notebooks die ze nu proberen te droppen. Wat goede notebooks zijn. Maar uiteindelijk, als je aan de softwarekant gaat kijken, Windows is echt al zo ontzettend lang, zo'n outdated baggerzooi. Ik ben er echt geen fan van. En dat is simpelweg... Je bedoelt nu, want je gaat nu echt van all over the place. Je hebt het over het over nu het OS. Nee, ik had het over dat ik op het moment dat Nadella daar aan de slag ging, hebben ze een omslag gemaakt. Ze gingen een soort van Apple zijn, heel erg op eigen hardware focussen. Ja. Alleen nu blijft, en terwijl het een softwarebedrijf is, ja, alleen nu blijft hun software achter. En alleen OS. Terwijl de hardware niet... Fantastisch. Maar sorry, Game Pass is ook Microsoft software. Dat blijft niet achter, dat loopt ver voor. Laat me heel even uitpraten. Oké. Want, weet je, Windows is een fucking baggerzooi, weet je wat. En dat is omdat ze continu gewoon blijven bouwen op hele oude troep. Want ze gooien daar gewoon steeds nieuwe dingen op. Tuurlijk, ja. Waardoor je merkt het zelf al als je in Windows 10 zit. Sommige minuutjes zien er echt uit als uit 1995. Alsof het uit Windows 3.1 komt. Mm-hmm. En andere shit ziet sommige eruit zijn als... zoals Vista en sommige zijn wel Windows 10 plat, flat design. Ja, ja, en, maar dat komt daar vandaan. En ga je ook naar een Windows Store kijken. Er is twee soorten configuratieschermen bijvoorbeeld. Ja, maar er is een Windows Store. Dan heb je de Xbox Store. Heb je daar gaan. Ze zijn zo wijd verspreid. Niemand wil gebruik maken volgens mij van de Windows Store. De Windows Store, dat ziet er nog steeds inmiddels volgens mij al 10 jaar na dato, als het niet 15 jaar is, als een amateuristische pleurisbende ziet die shit eruit. Is de Windows Store dan wat anders dan de Microsoft Store? Ja, dat bedoel ik, de Microsoft Store. Nee, maar is prima. Ziet er vet uit. Nee, helemaal niet. Ja. Het is echt een onoverzichtelijke bende en echt pagina 1 staat al vol met rotzooi wat je nooit van je leven zou willen installeren op een computer. Hier, de Microsoft, ja, de Microsoft Store. Ik ga hem nu even openen. Ja, check connection. Ik heb gewoon connection. Geen idee. Nee, maar het is gewoon een kutstore. En dat is zo raar. Dit, ja, is toch geen kutstore? Dit is een fine fucking store. Nee, het is een hele rare store. Want ook hier, weet je, hier heb je dan Xbox games. Maar je hebt ook Game Pass. Dat is er dan weer niet in geïntegreerd. Terwijl dat wel weer aan je Windows account zit. Het is zo los versplinterd en verspreid. Kijk, Dragon City staat gewoon op de hoofdpagina. En het wordt nooit geüpdate. Dit soort, toch, ja, maar het wordt nooit geüpdate, dit soort shit. Die apps die eronder onderstaan zijn allemaal tergende, moeilijke kut-apps. Zoals Instagram staat daar. Als je wel eens Instagram hebt geopend op de Windows Store, hou alsjeblieft op, man. Ik zweer het je. Het is, jij zou het nog steeds beter in elkaar zetten, die app. Ja? Oh, wat sick. Maar is het van Instagram dan? I don't fucking know. Dat is onduidelijk ook in de Windows Store. Want je hebt Instagram apps van third parties. En je hebt Instagram app van de first party. Het is echt een teringbende, Jelle. En dat is raar voor een softwarebedrijf. Dat is waar. Daar ben ik het mee. Ik vind het geen teringbende. Maar het is raar dat er iemand zo boos kan zijn over iets dat software is voor een softwarebedrijf. Daar ben ik het mee eens. Omdat ik passie voor die shit heb. En dat is zo jammer. Omdat open systeem dat van Microsoft, dat is zo goed. Maar het is gelijk ook een blok aan een been. Ja, oké. Okay. Nou, laten we het hier even niet meer over hebben. Dan. We gaan naar het volgende duwtje. Gerucht gaat dat er bij een first party... Maak me boos, Jelle. Dat vind ik niet leuk. Hoezo maak ik boos? Nee, ik niet. Hoe heet het toch? Gerucht gaat dat er bij een first party studio wordt gewerkt aan een game rondom The Mando. Wist je dat al? Nee, maar... Shocker. Nee, het is geen shocker, shocker, toch? Nee. Ik heb hier een website die heet Game Infinitus. Wel bekend. En er wordt gerumored. Maar weet je welke studio... Machine Games! Oh, dat is Indiana Jones. Laat maar. Microsoft might be working on Mandalorian game in addition to Indiana Jones for Machine Games, according to a new rumor. Mandalorian is one of the hottest bla 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 bla. Ja, er staat natuurlijk wel in geen voor de rest wie of wat. Okay, so a little bit of a whoopsie. Yeah, there's going to be a Mando game, but that's apparently not a Mando Funko. I might have just said something I wasn't supposed to yet. Hoping I didn't just burn my source. Got some apologizing to do. Oh, vandaar. Dus een Funko heeft iets... is dat het? Een Funko is geproduceerd die iets laat zien dat het eventueel van een game komt en niet van de film of serie.
Is dat het? Is dat ik, het? Ik denk dat dat het is, inderdaad. Toch? Maar hey, een Mando game. Ja, dus ik zou het vet vinden. Maar ik denk dat we aan een Uncharted-stijl game moeten gaan denken. Gewoon over de top sequences. Hele lineaire game. Ik denk dat dat er wel bij past. Verschillende planeten die je dan ook gaat... Gewoon een beetje die episode-stijl die ze hebben, weet je wel. Dat zijn ook op zichzelf aan de verhalen een beetje. En heel lineair. En het letterlijk Mandalorian Season 1 voelt als een game ook. Ja, weet je wel? Hier heb je een quest. Ga maar hierheen. Ga maar daarheen. Ga maar hierheen. Ja, maar dus nu weten we dat. Nu, dat moet juist, de game moet dan wel wat beter in elkaar zetten eigenlijk. Want anders dan zou dat een stomme... Maar... Ja, wat ik zeg, Uncharted-stijl. Dat zou erbij passen. Star Wars 13, zoals maar is dat dan gewoon beloofd. Met deze guy? Gewoon met deze Mando, Pedro Pascal, die dan welke andere Mando dan? Nou, weet ik veel. Niet Mando, maar gewoon weet ik veel. Gewoon een Mandalorian. Ja, precies. Ja, maar Bounty Hunter, die game bestaat al. En dat was niet zo'n hele... Nee, maar daarom. Dus wat ga je dan doen? Want dit verhaal, dat wordt nog verteld, weet je, in de serie. Wat ga je dan doen voor qua game met Mandalorian? Ik zie dat niet helemaal voor me. Gewoon een vet avontuur. Dat is het enige. Een los avontuur. Ja. Geen Baby Yoda. Nee. Gewoon ervoor of zo. Of met zijn neppe pak of daarna. Dat we gaan zien wat er daarvoor... Ja, of hey, inderdaad, we zien toch ook in The Mandalorian Season 1... deze man heeft al shit meegemaakt. Ja, zeker. Dus... Maar dan heeft hij een minder vette armor. Weet je? Dus dan loop je de hele met een dom kloffie... en niet met die fucking vette shiny. Misschien had hij ooit een full Beskar armor... en dan is dat gejat. Mag je gaan backtracken? Nou, oké. Fair. Ja, oké. Okay, there you go. Nee, maar dat bedoel dat, weet je, we waren even aan het heen en weer. Maar, er valt wel wat voor te verzinnen. Ja. En dat die Mando game er ooit gaat komen... dat was ook wel vrijwel een zekerheidje. Baby Yoda zal ongetwijfeld een cameo maken of zo. Want daar is hij te populair voor. Misschien niet per se Baby Yoda, maar überhaupt een jonge... ja, maar hij is te populair daarvoor. Weet je, het zou geen sens maken om hem in de game te stoppen. Maar je weet, het gaat gewoon gebeuren vanwege commercie. Maar het is fijn. Ja. Het is fijn. True. Dan hebben we nog wat nieuws van Activision Blizzard. Bobby Kotick. Die heeft ergens iets gezegd. Hoe steek je dat in? Die zegt van een soort van Ready Player One-like metaverse is coming. Ja. En ik moet nog even lezen wat het precies dan over gaat. Maar ergens is dat natuurlijk de natte droom van elke gamer. Is dat er een gamewereld bestaat waarin andere games samenkomen. Ja. In fucking zee natuurlijk. Bestaat ook eigenlijk wel, toch? Second Je life. Computer gewoon. Zo, dat is een hele goede kans. De hele goede. Maar niet allemaal in één 3D-wereld. Niet met de character uit The Mandalorian. Dat je er eventjes inderdaad... ik met Elder Scrolls dinges ernaast. En jij met, weet ik veel, je Fortnite-character of zo. Ja, om heel eerlijk te zijn. Weet je, videogames zijn veel vetter dan het echte leven. Dus zodra we kunnen inpluggen, dan zijn we ook gewoon gone. Ja, natuurlijk. Nou ja, gone. Af en toe niet. Ik ga gewoon, als ik ga overlijden, ga ik mijn bewustzijn ga ik uploaden naar de Fortnite servers. En dan zie ik Fortnite. Dan zie ik wel wat er gebeurt. Gewoon, je ziet wel. Waarschijnlijk kom je tegen een firewalltje aan en dan bounce je back en dan ben je al dood. Maar dat mag jij doen. Maar we hebben dit natuurlijk al wat op andere plekken ook gezien. Ja, PlayStation Home, Second Life, al dat soort stuff. Maar, ja, maar bij wie zou dat goed passen? Ik denk dat wel bij een Blizzard past. Blizzard Games zouden er best wel een metaverse van kunnen maken. Nintendo. Ik denk dat Nintendo heel erg goed daarvoor is. En ik zie mensen het ook al roepen in de chat. Wel. Super Smash Brothers. Ja, nou. Super Smash Brothers wat? Zie zoiets als een open wereld. MMO-achtige... Nee, maar dat is niet de metaverse. Nee, maar een open wereld-achtige Nintendo-wereld, universum die je creëert, waar je gewoon met je character in kan lopen. En de ene planeet speel je shooters tegen elkaar. Ja, de andere zoals in Ready Player One. En de ene planeet is de Mario Kart planeet. En precies, daar maar dan ga je gewoon Mario Kart spelen. Ja. Maar echt gewoon Mario Kart. De nieuwe Mario Kart, misschien kan je hem losspelen, maar je kan er ook dat gaat komen. In lomen. Dit gaat 100% komen. Ja, maar met van alleen Nintendo. Want ik wil dat je met Solid Snake door, weet je, het soort van, dan loop je maar, en dan ga je daar natuurlijk niet met Mario in de game, of met Solid Snake in de game. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar dus dat je al die bedrijven met elkaar eens zijn. En dat nee, precies. Maar dus dat er meerdere metaverses komen, want Activision Blizzard kan het natuurlijk wel. Dus
Dus dat jij op een planeet of in een metaverse bent met de character die jij wilt. En dat jij vliegt naar een bepaalde planeet. En dat is dan gewoon de World of Warcraft planeet. En dan weet je, log je in en dan ben je gewoon in jouw game World of Warcraft. Maar dat eigenlijk gewoon een hub is. Maar dat is 100% wat er gaat gebeuren. Kijk, VR... Die ROG-presentatie. Dat zegt Bobby Kotick ook, weet je, VR, AR implementation gaat daar in de komende 10 jaar bij komen. Je loopt daar gewoon door over die beursvloer. Hier is een presentatie van dit. Oké, ga je kijken. Boom, je kan het spelen, je kan er alles mee doen wat je wilt. Nee, dat gaat ook gebeuren met games. Het is alleen van zulke grote proporties. Ik weet nog niet of we daar zijn, maar dat het gaat gebeuren. Nee, hij zegt 100%. Ook de komende 10 jaar is dat iets waar meer... En kijk, vroeger, weet je, waren dit soort dingen, Habbo Hotel, wat dan ook, waren natuurlijk allemaal niche. Gewoon allemaal voor onze zolderkamer nerds. Maar omdat gaming tegenwoordig zo groot is geworden, is er misschien de tijd wel nu wat rijper voor zo'n soort project. Ja. Maar er gaan er meer komen. Meer metaverse. Ik denk dat het heel vet gaat zijn. Ja, natuurlijk, elke grote uitgever gaat dat spelen, doen. Gaat dat. Ja, maar wat nou als dus, weet je, Microsoft die is nu met hun Game Pass, daar heb je EA en Ubisoft games op. Ja. Dat kan straks ook met de meta-universe van Microsoft. Dat er gewoon EA en Ubisoft worden op aangesloten. Ja. Toch? Ja. Zolang je een subscription hebt. Want dan is het gewoon van... Je hebt gewoon een soort van toegangsbandje om in die game. Ja, sorry, maar je zegt van elke planeet grote uitgaver. En kijk natuurlijk, want ik heb geen Game Pass. Ja, je gaat natuurlijk niet die verbinding hebben tussen PlayStation en Xbox of Nintendo. Die gaan het dan misschien zelf doen. Die gaan het zelf. Ja, Nintendo, die gaat het. Dat zijn we al niet overleden. Doen. Mietjes, ja, precies. Ja. Die doen het wel. Loop je met je mietjes rond? Nee, maar dat zijn we al overleden. Ja, oké. Okay. Maar dus er sommige dingen die gaan wel met elkaar connecten. En PlayStation blijft lekker op zijn high ivory tower zitten. En doet het voor hun eigen universe alleen. Ja, die hebben universe. Ook. Maar dat universum is denk ik groot genoeg. Voor zichzelf. Ja, maar ook met... En maar Blizzard dan? Blizzard gaat natuurlijk dan niet zich aansluiten bij de UBEA Microsoft metaverse. Nee, maar die metaverses die differentiëren nogal veel van elkaar, weet je wel. Blizzard games en Nintendo games. Ik wil dat ze allemaal samen zijn. Nee, voor mij hoeft dat niet. Hmm. Maar wat ga je dan doen in die metaverse? Ga je er echt in rondlopen om... Eigenlijk is dat een soort van hoe noem je het? Zo'n Insta... De Steam Store of wat dan ook. Maar dan een virtual space daarvan. Ja. Je loopt naar de game toe. En daarvoor ga je even met elkaar chatten. Je kan ook chillen met elkaar. Je kan naar een nachtclub gaan. Maar dat kan in heel veel games elkaar. Ook al. Je kan spelletjes spelen met elkaar. Dammen gewoon, letterlijk. Want dat kan bijvoorbeeld nu al. Dat soort shit, weet je. Het gaat zo... Jongens, we kunnen niet eens beseffen hoe die fucking virtuele wereld eruit gaat zien. Het wordt gewoon, inderdaad, je klikt nergens meer op. Je loopt ergens heen. Je VR-bril op. Je gaat iets doen. Je gaat letterlijk liggen. Ja. En je gaat gewoon... Je wordt afgeslobberd. Ja, je wordt afgeslobberd. Helemaal prachtig. Straatorgies, maar dan niet eens meer dat we de echte straat op hoeven. Dat is, als ik maar een VR seks kan hebben. Dat kan je zeker. Je moet zelf nog steeds aan je eigen Johnny trekken. Dus, dat hoeft dus echt straks niet meer hoor. De Japanners zijn er al lang mee bezig dat je dat juist niet meer hoeft. Er is ongetwijfeld een Bluetooth-apparaat die je gewoon op je piemel kan zetten. Full on fuck robot, tuurlijk. Ja. En dan kan je gewoon samen met je buddy... kan je seks hebben, want het is niet echt dat je elkaar aanraakt. Dus die goede beste vriend van je, die je volledig vertrouwt, en hij vertrouwt jou ook. En jullie houden allebei je mond. Weet je, what happens in cyberspace, stays in cyberspace. Precies. Kun jij vanavond even je Lara Croft skin aandoen? Is toch zoals die Black Mirror aflevering met de Falcon? Is toch ook zo? Ja, ik heb wel een keer een stukje gezien inderdaad, maar niet dat hij... Dat is Anthony Mackie, die doet ook zo'n VR shit op. En in de wereld komt hij iemand anders tegen. Ja, die gaat hij pompen. Dat is een vrouwelijke avatar. Oh my god. En die twee raken verliefd op elkaar. Komt hij erachter dat het zijn allerbeste vriend is. Dat is moeilijk. En op een gegeven moment accepteren ze het gewoon en dan neuken ze elkaar. In het echt? Nee, in de game. Oh, in de game. Maar niet in het echt. Dat is echt heel fucking weird. Dat is echt awkward. Maar wel vet dat ze dat gedaan hebben. Dat gaat ze... Oh, het zeker weten. Ik weet zeker dat hier in de chat... 5 van jullie weten al wie overkwam. Jullie weten de naam. Dus gooi het maar gewoon in de chat. Precies, Blade Runner doet Iceman. Smash Rocket doet Michael. Weet je, die shit, ja. Het gaat gebeuren. Mark my words. Ja, maar echt. Smash and Coast. Ja, dat soort stuff. Het was een vette aflevering. Zie, I plead the fifth. Dus de pizza god die is al sowieso... Die heeft er al 4 targets. Welke film? Dat was Black Mirror. De pizza god, zijn wederhelft, die zit hier gewoon in de chat. Anders had hij het gezegd. Ja, precies. Dus ja.
Het programma van de E3 lijkt steeds duidelijker te worden. Drie hosts nemen je 5 dagen lang mee met een reeks interviews, demos. Ja, jezus, hebben ze dat weer gehad van GameKings. Daniel en Koos die de E3 gaan verslaan. 5 dagen in LA. Ik snap je. Oh, dat soort hosts. Ja, ik snap niet helemaal wat hier bedoeld werd. Ja, dat zijn hosts. Hosts, ja. Maar dat is van de E3 zelf, dus van echt van de ESA. Ja. Ja, oké. Hoe gaat dit er precies uitzien dan? Dat is voor ons ook nog heel erg onduidelijk. Want de ESA zelf is heel erg onduidelijk in de communicatie. Want wij willen er natuurlijk verslag van doen. Ja. Wij moeten ons aanmelden voor een bepaald programma. We weten helemaal niet wat het precies is. Wat als we eenmaal aangemeld zijn, of we verplichtingen hebben, ja of nee. Of je het überhaupt kan zien als je je niet aanmeldt. Of het geld kost. Het is zo ontzettend onduidelijk. Dus dat weten we niet. Maar ja, ik zal verbaasd zijn als dit heel erg cool gaat worden. Ja, nee, dat heb ik ook. Kijk, Beklix die zegt ook onwijs veel zin in de presentaties. Minder vertrouwen in de host van de E3. Voor die content kijk ik wel naar jullie. Dat hebben wij ook heel erg. Wij hebben zoiets van, wij gaan niet naar 3 hosts die een leuke tijd hebben in LA of wat dan ook kijken. Want dat doen we zelf al. Wij willen gewoon de presentaties zien. Ja, maar vooral omdat je weet dat die hosts, die gaan bij iedere uitgever, houden ze een reclamepraatje. Precies dat. Die kopen zich in. En dan, die krijgen gewoon een script. En die vertellen niet wat ze ervan vinden. Die zeggen, oh, that looks amazing, doesn't Mike, it, Jeff? Oh my god. Ja, precies. Nee, daarom. Dus we willen gewoon, dat zei ik net ook. Ze gaan zoveel doen. Daar hadden we vorige week een meeting over. Ik zeg, laten we er maar even op wachten. Want vorig jaar hebben we, de Summer of Games. En de, maar daarom al is die het shit was zo helemaal weird. Niet cool. Maar daarom is het altijd zo weird. Dat al die bedrijven die willen hun eigen GameKings beginnen. Allemaal. Welke bedrijven? Alle bedrijven in gaming. Weet je, in media zijn ze afhankelijk van. Ze willen zelf media geworden. Ja. En dat is zo weird. Je weet hier al dat het niet cool gaat worden. Nee. Je weet nu al dat ze niet de waarheid gaan vertellen. Maar hetzelfde zie je ook bij PlayStation. PlayStation heeft nu zijn eigen soort van GameKing show. Met insiders heet dat, geloof ik. Je weet gewoon, ze willen niet media vertrouwen, dus willen de eigen media maken. Maar iedereen snapt die dat kijkt, dat de mensen die daar zitten, die mogen geen woord negatief zeggen over die shit. Dat snapt niet iedereen, helaas. Denk je? Ja man. Dat snapt toch iedereen? Nee joh, er zijn zoveel fucking oliedomme mensen, die snappen dat wij niet. Die vinden dat gewoon leuk. Wij fucking van tevoren tekenen we geen NDA's. En wij niet. Waarop we niet negatief mogen zijn over game. Zo tekenen we hem niet. Nee, wij doen dat niet. En mensen die meedoen aan dat soort video's doen dat wel. Zeker. Maar mensen die daarnaar kijken denken gewoon van, oh, maar ik ben gewoon fan van PlayStation, dus ik ga gewoon PlayStation dingen kijken. Die gaan echt niet denken van, oh, maar deze mensen mogen niet eerlijk zijn. En dan valt het ze niet op dat er nog nooit geen één negatief woord over een game wordt. Je hoeft ook niet. Je kan ook content kijken op een andere manier. Niet over eerlijke, wordt deze game vet of niet, verslaggeving. Maar gewoon, gaming is leuk, verslaggeving. Toch? Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het hoeft niet het een of het ander te zijn. Je kan ook, weet ik wel, er zijn ook genoeg elke film of elke serie is geacteerd. Mijn punt is heel simpel. Als jij iets wil kijken, verslaggeving over een game, wil je dan een reclamepraatje horen? Dat kan. Of ben je benieuwd naar de meningen? Als je kijkt naar mensen die een mening gaan delen over een game. Maar dat is wat anders. Maar dat is wat ze de hele tijd proberen te maken zelf. Nee, dat is niet waar. Ze maken lifestyle rondom gaming. Ze maken niet onze mening over onze games. Dat doen ze niet. Dan heb je de video's niet gekeken. Nee, dat klopt. Het is X en ja. Nee, maar ze kunnen toch niet hun eigen zeggen van, ik vind dit echt heel erg vet. Hij gaat nu aan de slag met de PlayStation 5. Ja, deze controle. Oh, het is wel echt fantastisch. Ja, kijk, en niet dat die controller niet fantastisch is, maar er is vast wel iets wat je niet chill vindt aan die controller bijvoorbeeld. Maar dat hoor je niet. Stel dat je zegt van, ja, de thumbstick, die vind ik niet zo fijn. Maar de rest is echt fantastisch. Dat hoor je niet. Ook al zou dat zo zijn. Ja. En dat is met games ook zo. We hebben hier 3 influencers, die gaan nu aan de slag met de nieuwste game. Wat vinden jullie ervan? Ook al vinden ze het kut.
Ja, ik vind het best wel interessant. Ja. Ja, weet je, dan moet je zo gaan luisteren naar dat soort dingen. Ja, ik vind het interessant. Dat is een opmerkelijke keuze. Dat is misschien het meest negatieve wat je ooit zal horen. Ja, nee, dat kan. Maar wat ik nogmaals, dat is niet dat soort content. En dat vind ik raar hoor, dat ze er een mening in. Maar dat is, ja, dat is gewoon niet de content. En niet zal iedereen zal dat begrijpen. Dat die gaan er naar kijken en die denken van, oh, ze vinden het dus blijkbaar heel vet. Zonder dat ze het idee hebben dat ze het überhaupt niet vet zouden kunnen vinden. Dus dat ze gewoon daar niet over nadenken. Het is letterlijk propaganda. Het is propaganda, ja. Nee, dat is waar. Maar dat betekent niet dat de propaganda niet leuk kan zijn om naar te kijken. Ik word daar een beetje misselijk van. Omdat de propaganda is, die wordt gebracht alsof het een neutrale beschouwing is. Terwijl iedereen daarvan toch moet snappen dat dat niet zo is. Kijk, Vesta die zegt, een nieuwe video daar. First Play Returnal. PlayStation Insiders, Maxime, Puk en Simon. Tja, daar verwacht je dan een eerlijke mening als die mensen op een PlayStation kanaal een PlayStation game spelen. Ja, nee. Ik niet. Als ik dat ga zitten kijken, verwacht ik niet. Deze mensen gaan honds eerlijk zijn over wat ze van die game vinden. Maar dat is wel wat ze pretenderen. Is dat zo? Zij maken zo'n show met deze drie mensen. Die gaan je nu vertellen wat ze van die game vinden. Maar ze gaan je niet vertellen wat ze van die game vinden. En ze gaan vinden wat die game is. Ze mogen vertellen wat die game is. Ja. En ze mogen ervan vertellen wat ze willen. Zolang het maar positief is. Ja, want anders dan regisseer je het eruit. Ja. Maar dan pretendeer je alsof het iets is waarin mensen meningen geven, terwijl dat niet het geval is. Maar stel, het is gewoon een reclamefilmpje. Dat is het, maar dat is wat het is. Het is een reclamefilmpje. Ja, maar zo brengt PlayStation dat niet, alsof het een reclamefilmpje is. Maar ze brengen het ook niet alsof het geen reclamefilmpje is. Ze brengen het alsof het een GameKings TV-show is. Nee, omdat dat gewoon een GameKings of een andere character-driven TV-show, maar gewoon omdat het leuk is om naar te kijken. Om naar drie toffe mensen die leuk kunnen vertellen. Het is oneerlijk. Ik vind het helemaal niet. Ik vind het oneerlijk. Ik niet. Ik zit ook te denken of ik nog een andere vergelijking kan trekken, maar niet, daar kom ik nu even en dat, niet dat is op. Niet altijd het geval met influencers, Sonimi. Nogmaals, wij doen heel veel werk ook hier over verschillende games, maar daar zijn we ook gewoon bloedeerlijk in. Ja. En als we dat niet kunnen zijn, ja, dan doen we dat gewoon niet. Ook heel simpel. En dan krijg je games wel eens op de dag van de release. Zoals Returnal. En wij Returnal pas vandaag gekregen. Omdat wij die fucking shit niet gaan tekenen. Nee, en het schijnt een heel vette game te zijn. Dus in dit geval hadden we hem kunnen tekenen. Maar je wil jezelf niet van tevoren eventueel je mond snoeren om dat te doen. Ja. Ja. Nee, ik zag ook niet dat het twee verschillende dingen zijn. Ja, maar ik zeg alleen, ze willen een eigen media maken. Ja. Omdat ze de media niet kunnen beheersen. Daar ben ik mee eens. Dat klopt. Maar dat betekent niet dat een biased show niet leuk kan zijn om naar te kijken. Ja, maar elke debiel die dat kijkt, die denkt dat het wel een show is. En dat is het niet. Het is een reclame filmpje. Ja, dat is inderdaad het ding. Het is reclame. Het is niet onafhankelijk. En dat is inderdaad een groot verschil. Even kijken. Star Wars Jedi Fallen Order krijgt een next-gen upgrade. Update. Ja. Ja. Logisch, toch? Nou, die heeft. Nee, ik vind het niet logisch. Waarom? Helemaal omdat niet hij al zo goed is. Nee, omdat hij. In april, 5 april was dat, geloof ik. Heeft hij al een next-gen patch gehad. Waardoor die game in één keer een dynamische 4K-resolutie op Xbox draaide. Met 60 frames per seconde. En op PlayStation in 1440p 60 frames per seconde, sorry. En de laadtijden enorm verbeterd waren. Maar ze doen. Dus die patch had je al. Waardoor die game. Naar mijn mening eigenlijk al best wel goed was, af was. Ook voor Next Gen was gewoon een waardige ervaring, laat ik het zo zeggen. Maar ze komen nu gewoon nog met een volledige Next Gen upgrade. Dat het echt gewoon een PlayStation 5 game wordt. Ja. Dus nu is het de patch PlayStation 4 game. Ja. Maar ze gaan er echt een soort van PlayStation 5 en Xbox Series X game van maken. Nou, ben ik benieuwd naar, want het is gewoon echt maar het wordt er gewoon nog mooier. I guess. Nog. Ja, de game ziet er wel echt veel beter nog uit op PC bijvoorbeeld. Oké, okay. Ja, oké. Okay. En misschien, weet je, gaan ze er ook een 120 fps mode aan toevoegen. Wat voor zo'n game best wel wat toegevoegde waarde heeft. Dat soort, ik heb dat altijd zoiets van, ja, die game is al uit. Dit soort dingen zijn niet voor mij zo mindblowing dat ik denk van, oh, dat voelt helemaal nieuw of vet of wat dan ook. Dus dat, voor mij voelt het als mosterd na de maaltijd. Maar Neil Druckmann, die zegt dat The Last of Us 3 het verhaal dat hij dat al af heeft. Also, voordat er überhaupt een game... Dat geloof ik wel. Ja, toch? Als je het einde ook ziet van The Last of Us 2... Dan weet je, dit is het nog niet. Weet je, er is er nog meer aan te komen. Dus ik denk dat gewoon in grote lijnen... was dat verhaal sowieso al geschetst. Dus nee, ik denk niet dat zozeer dat...
dat vreemd is of zo. Nee. Gaat er nog veel veranderen aan het verhaal? Ja, dat denk ik wel. Dat gebeurt altijd tijdens het maken van de game. Ja. Bedoel je? Ja, nee, dat is waar. En er zijn ook geruchten. Of ze werken aan een multiplayer voor The Last of Us. Of aan een nieuwe Uncharted. Of aan een remake van The Last of Us. Dat is heel vet. Ze zijn dus ergens mee bezig. Dat is een beetje... Ik vind die multiplayer van The Last of Us 2 echt... Die kan me gestolen worden. Maar dat is ook raar toch ook en, zijn. En niet dat The Last of Us geen goede multiplayer had. Het was oké, weet je wel. En er waren nog best wel wat mensen die het speelden. Maar kom op, man. Dat soort type gameplay kan je echt 100 keer beter ervaren... in games die daar echt volledig op gefocust zijn. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen spelen... in The Last of Us universum. Maar misschien weten ze ons te verrassen. Een remake van welke The Last of Us wordt er hier bedoeld dan? Want dat is dus het ding. Het gerucht is dat de studio... Ja, maar die heeft al een remastered. Ja, maar nu niet voor de PlayStation 5. Oh, een remake. Ja. Ja, dat is ergens likely. Of aan een nieuwe Uncharted. Ja, maar ook niet likely. Ik vind het te vroeg voor een The Last of Us remake. Ik vind het raar dat nu al is. Ik bedoel, weet je, The Last of Us 1 ziet er nog steeds prima uit. Had die een multiplayer? Volgens mij wel. Ja. Last of Us 1. Ja, en Uncharted ook. Ja. Maar en een nieuwe Uncharted dan? Is dat dan een ding? Een soort van met een andere character of wat dan ook? Nee. Weet ook je, laten we maar lekker een Last of Us 3 maken. Dat denk ik eerder. Dat daar, en naar Last of Us 3... Maar ja, volgens Neil wordt er niet aan die game nog gewerkt op dit moment. Nee, snap ik. Maar maak alleen nog een Last of Us 3. Zet er daarna een punt achter. En maak weer een nieuwe franchise. Om heel eerlijk te zijn, ik heb ook geen zin in een Uncharted 8. Weet je, het zijn vette games, maar ik heb geen zin in een Uncharted 8. Nou ja, wel als het niet... Ja, ze kunnen echt iets heel anders doen. Dan fijn. Maar ja, ik heb nu al 4 games achter elkaar gezien dat ze niet iets anders doen. Ja. Nee, maar een ander soort adventure game dat nog steeds gaat om een beetje de schat zoeken. Schat zoeken shit is gewoon vet. Dus dat kan prima. En dat past, dat kan je ook hele nieuwe dingen. We krijgen ook nu een Indiana Jones. En Tomb Raider zal ongetwijfeld weer een deel van komen. Ja. Dus ja, weet je, Uncharted hebben we niet meer nodig. Ik denk dat Uncharted de lat voor hele lineaire, over de top, Hollywood-achtige games hoog heeft gelegd. Ja. Daar is de industrie in gaan volgen. Laten we maar nu weer iets nieuws maken. Ja, mee eens. Halo Infinite krijgt crossplay en cross-platform progressie. Ja, vet. Ja. Ja, sowieso crossplay. Ik vind dat het overal ingevoerd moet worden. Er is niks vervelender dat ik de PlayStation 5 versie heb van FIFA 21 en mijn broertje de Xbox One versie. En we kunnen niet tegen elkaar spelen. Terwijl het qua engine, qua physics exact hetzelfde is. Er is niks wat er in de weg staat dat we niet tegen elkaar zouden kunnen gamen. Nee. Dat heeft puur weer met legal issues te maken. Centjes. Ja, met centjes. En gunnen. En dat is gewoon jammer, weet je. Alles moet gewoon... Er moet er gewoon een standaard voor komen. Gewoon alle games. Een metaverse. Als ze op meerdere platforms uitkomen, maak ze crossplay. Een metaverse. Behalve shooters, PC en consoles. Zorg ervoor dat die mensen in ieder geval kunnen kiezen. Dat ik met of alleen maar console-eigenaren speel, of gemengde servers speel. Want anders zit daar nog competitief een oneerlijkheidje in. Maar kom op, man. Maar inderdaad, zelfs de FIFA PlayStation 4 versie kan niet tegen de PlayStation 5 versie spelen. Dan moet je op de PlayStation 5 versie moet je ook de PlayStation 4 versie geïnstalleerd. Ja, dat is heel gek. Ja, nee, dat is inderdaad weird. Maar hello, ik krijg natuurlijk crossplay van PC naar Xbox. Dat is natuurlijk niet zo gek. Maar inderdaad ook cross-platform. Dat is maar volgens mij hadden ze dat al. Dus ik vind het niet eens zo bijzonder. Cross-platform progression. Maar ja, het is een nieuwtje dat je natuurlijk wel op een gegeven moment naar buiten bent. Het wordt een soort van Destiny game, begrijp ik ook. Dus daarom. Ja, dan is het zeker belangrijk, crossplay progressie. Maar crossplay zat er al in die hele multiplayer games. Dus ja. Nee, maar inderdaad, dus cross-platform. Dus dat je kan beginnen op het Xbox of Microsoft ding dat je nu hebt. En als je over 3 jaar ineens een vette PC hebt, ga je daar lekker op verder. En dat is natuurlijk heel logisch. Dat is bijna vooral voor zo'n game, is dat ondenkbaar dat dat niet kan. Ja. Betekent niet dat het niet gebeurt hoor, dat soort dingen. Maar hebben we nog een nieuwtje? Boards Canada vraagt, is de PC nog wel relevant eigenlijk met de prijzen van GPU's? Wie gaat nu €3000 uitgeven voor een 3080? Ja. Ja, het blijft sowieso relevant, want het is verreweg het krachtigste platform. Dat zou voor mensen sowieso die een oneindige beurs hebben, zou dat altijd aanlokkelijk blijven. Gewoon, ik wil op de allerbeste manier een game kunnen ervaren. Nou, dat is op PC. Ja. Heb jij nog geen PC? Je kan je nog steeds gewoon een volledig geassembleerd systeem kopen met de RTX 3080 erin voor een
redelijke prijs. Dus geen 3000 voor alleen GPU, maar volgens mij, ik zat met Boris, zat ik van de week nog te kijken, hadden we €2500, hadden we een best wel sick systeem met de Intel processor en een RTX 3080, €2500. Nou. Compleet systeem. Nice. Weet je, en met 32 gigram, dus dat zag, ja, ik wou het zeggen, dat zag er nog best wel goed uit. Ja. Maar wanneer, hoe lang moet je daarop wachten? Die kon hij gelijk krijgen. Volgens mij heeft hij die ook besteld. Dus, nice. That's the good shit. Ja, dat is zeker de good shit. Het aanbod blijft nog wel wat schuren, maar dat is wel een probleem wat ja, misschien net zo tijdelijk is als de coronapandemic. Dus dat zal misschien nog een half jaar tot een jaar duren. Precies. En dan komen ze steeds beter. Jelke, dat je zegt, verwacht Koos dat gaming richting de Mac komt met die M1-chips. Of de komende M1X en M2. Nou, weet je wat je gaat zien? Streaming. Ja en nee. Ja, maar andere games dan dat jij misschien bedoelt. Ja. Kijk, we zien, we hebben deze devices en de iPhones. Het is allemaal iOS. Ja. En op iOS zien we steeds meer dat die krachtiger worden door die chips die hij noemt. Maar de afzetmarkt is zo groot dat het steeds interessanter wordt om daar ook games voor te ontwikkelen. En volgende week gaan we er trouwens twee checken. Oh ja. Dat zal ik ook even erbij zeggen. Want we hebben een Platinum Games game. Die heb ik hier geïnstalleerd staan. En daar gaan we gewoon een let's play van doen. Dan gaan we kijken. Komt het nou een beetje bij in de buurt van wat je op de console krijgt van de Platinum Games game? Is het console worthy, wat ze laatst nog zeiden? Ik weet alleen even niet meer hoe die heet. Het is WOD. World of Demons. War of Demons? World iets, met, of Demons? Iets met Demons. Ik ga hem nu gewoon... Demons. We zien het wel. En dat is een Platinum Games game. Ja. En die kan je gewoon spelen op je iPad, op je iPhone. World of Demons. World of Demons, inderdaad. Staat er gewoon hier. Hij rent gewoon. Laat het zien, jongen. Laat het zien. Mag je al laten zien? Ja, ja, deze game is gewoon uit. Lekker. Dus, zit gewoon op deze iPad. En dit zie je steeds meer en meer. Zie dit naar tablets komen. Knights of the Old Republic staat er ook gewoon op, weet je wel. Ja. Er komen steeds meer vette games. Maar dat is oud. Dit niet. Dat is oud. Maar NBA 2K21 staat er ook op. Ja, heb je ook. Ja, en dat weet je. Het ziet er niet zo mooi uit als de console. Nee. Maar het speelt bijna hetzelfde als de fucking console. Controletje eraan gaan. Nee, super. Het werkt allemaal best wel oké. Nou, en die hebben een flinke grafische achterstand op de consoles, maar niet meer op de Switch. Nee, weet zeker je? Niet. Meer zelfs, denk ik. Ik wou net zeggen, ik weet vrijwel zeker, alle Switch games kunnen makkelijk op een iPad draaien. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. Om één, het is een hele omslag natuurlijk. Nou, deze chips zijn nog relatief nieuw. Een echte game daarvoor ontwikkelen duurt ook gewoon een tijdje. Dus die games gaan er wel komen. En omdat Apple nu heeft gekozen ook voor een MacBooks en een iMac om ook voor die M1-chip te gaan, dat betekent dat die games ook gewoon naar de MacBooks en de dingen komen. Want je kan op de MacBook M1 kan je nu elke iPad-app draaien, inclusief games. Klopt. Ja, nee, dat is vet. Heb nog een paar nieuwtjes, maar ik ga er nog maar eentje doen, want we gaan zo ombouwen voor Returnal. En dat is namelijk dat de Days Gone, in principe is dat een petitie was dit, maar dit is een oké petitie. Dit was de petitie van Sony. Alsjeblieft, ga verder met Days Gone, de serie. Ja. En er zijn nu inmiddels al 100.000 handtekeningen voor opgehaald. Vind ik er niet heel veel, maar aan de andere kant, als in niet zoveel dat je als studio denkt van, of als uitgever, oké, dit moeten we doen. Maar het is voor een petitie is dit een aardige, hoe noemen we dat? Volume. Ja, aardige opkomst. Ja. Het waren er eerder deze week 80.000. En inmiddels zitten we daar dus al op 100.000. En dat is wel cool, toch? Dat mensen ten eerste dat op deze manier doen. Op een positieve manier. Ik denk ook dat de developers heel blij zijn om dit te zien. Precies. Weet je wel, die dit is alleen maar goed. Dit is alleen maar leuk. Ik wil zeggen, niet alle petities zijn slecht. Nee. We moeten niet alle petities over één kant scheren. Weet je wel? Dat moeten we ook niet gaan doen. Precies. Gaat het iets uitmaken? Als het... ja, zeg maar, de populaire. Als het viraal gaat, en dat gaat het niet, want ik heb het niet voorbij zien komen. Nou, we hebben het hierover. En ik heb het misschien gezien, nu door de einde van de week live. Ja. Maar als dit viraal gaat, dan zie ik Sony nog wel buigen, want daar zijn alle bedrijven zijn daar gewoon gevoelig voor. Nou, het ligt eraan, stel dat zou een miljoen zijn, dan ga je zeker. Die corporate lul, weet je wel. Nee, maar je wil weten, als je zoiets gaat doen, helemaal als je gezegd hebt dat je het niet gaat doen, wil je weten dat er genoeg mensen zijn die nieuwe game gaan kopen. Mm-hmm. En met 100.000 handtekeningen ga je daar natuurlijk niet komen. Ja, en al die 100.000 handtekeningen, weet je, een petitie is makkelijk getekend. Wanneer ze €60 moeten betalen... is een ander verhaal, weet je wel. Precies, dat is ook een goeie, ja. Petitie is makkelijk getekend. Knoop die maar in je oren. Close. Ja, is zo. Einde van de week live, 2020. 2021, nou, maar dat zien we toch ook altijd bijvoorbeeld met bijvoorbeeld de GameKings Premium borrel. Mm. Zeg maar.
meld je alleen aan als je zeker weet dat je komt. Ja. Want we hebben een maximaal gelimiteerd aantal mensen plaatsen. Dat hier binnen mogen. Weet je, dus ja. Als je zeker weet dat je komt, oké, dan zetten we je op de lijst. Maar als je dan niet komt, ben je een lul. Want dan zorg je ervoor dat een andere community member die wel graag wilde komen, waar er geen plek meer voor was op de lijst, omdat je zei dat je zou komen. Ja. Ja, dan ben je gewoon een lul. Weet je, en dat, je ziet hoe vaak dat gebeurt. Vaak. Weet je? Ja, ik denk bij elke premium borrel tot nu toe 20%. 20-30% komt niet opdagen. Ondanks dat je van tevoren heel duidelijk zegt, alsjeblieft schrijf je niet in als je niet gaat komen of niet zeker weet. Ja, maar mijn benzine is op, man. Kan, maar dan had je jezelf niet aan moeten melden. Ja, precies. Dat is gewoon een ding. Er zijn genoeg dingen waarom je niet hoeft te komen. Dat klopt. Alleen had je ze niet van tevoren eventjes in moeten. Maar het vervelende is. Kijk, en inmiddels hebben we wel een beetje ervaring mee. Als iemand mij dan nog persoonlijk even van, hey man, ik weet het is gesloten, maar kan ik alsjeblieft langskomen? Ja. Dan kan ik nog zeggen, ja, want ik weet. De komende 20% komt toch niet. Nee, maar het gebeurt wel nog steeds. En het is gewoon vervelend. Troes. Ja, toch? Ja, we zijn over een minuut of na dat ombouwen duurt wel heel eventjes, maar een dik kwartier zijn we zo meteen weer terug met Returnal. Als je dit op Twitch zit te kijken en als je hebt gekeken naar onze dit item op de website. Oh, thanks voor het kijken en voor het luisteren. Ik wil heel even reageren op Jerry Dutch, want die vroeg dat wel 5 keer aan mij tijdens deze einde van de week live. Hij vroeg, weet je al wat meer over de M1X chip die uitkomt dit jaar? Ja, zit ook in PC Master Race. Beetje gek misschien. Maar Apple is al begonnen met de productie van die. En of die de M1X heet of de M2, dat weten we niet helemaal zeker. Maar komt nog dit jaar op de markt. Ja, maar ik wil dus niet dit jaar. Ik wil hem godverdomme. Ik wil hem echt Ik denk snel. September pas, man. Ja, september zou ik nog. Maar vroeg september of laat september? Dan heb ik er nog 21ste meestal. Ja, dan is het dat is precies mijn fucking. Ik heb hem echt. Ik heb nu een fucking. En denk je dat er komt in de nieuwe laptop? Dat zijn de pro-modellen, ja. Met vier. Ik moet dat gewoon hebben. Maar ook met de SD-kaart lezen erin. HDMI-aansluiting gewoon erin. Dus niet alleen maar USB. Ja, dat moet ik hebben. Ja. Ik moet dat fucking hebben. Dat is dat ik wil. Ik wil echt een. Ik heb nu zo'n. Ik heb een toffe gig en daar, ik ben nu gelijk een agency lul geworden. Dus ik heb nu een fucking Mac nodig. Maar heel eerlijk, man. Maar ik kan die huidige Mac niet. Ik werk op niks niet liever dan een Mac. Echt. Ja, ik heb ook vroeger, we hebben heel veel met GameKings ook wel gedaan hoor, met Macs en shit. Maar ik heb het nu gewoon nodig. Maar niet dit ding met twee fucking gesleufjes. Ik ga de iMac kopen. Ja, nee, die nieuwe iMac. En voor mij hoeft het geen super pro model te zijn, weet je wel. Want mijn krachtpatser, dat is mijn gaming PC. En die gebruik ik om games te spelen en te streamen. Maar gewoon voor mijn werk, mijn boekhouding, mijn eigen zaak. Wil ik gewoon even die iMac hebben. En weet je, dat zijn ook twee gescheiden werelden van me. Want ik ben ook niet productief in mijn studio. Want ik zit daar in de ruimte met allemaal posters. Het is altijd donker, omdat ik daar verduisterende gordijn. Het is niet een werkvibe. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Grappig, Mac Mini is top. Dat zou ik ook nog kunnen doen. Maar hoeveel sleuven heeft die? Die heeft er 4. Dacht ik. En die kan ik ook makkelijk meenemen. En die nieuwe iMac heeft er ook 4. Maar die kan je niet makkelijk meenemen. Die kan ik niet makkelijk meenemen. Welke kleur ga je? Dat weet ik nog niet. Ik vind blauw, groen en wit. Ik vind wit niet mooi, maar wit is veilig. Maar die blauwe en de groene vind ik ook wel heel erg mooi. Ja, nee, ik vind het allemaal toffe kleuren. Maar het is niet de kleuren die ik snel in mijn huis zou zetten. Anyways, thanks dus. Nogmaals, deze editie van Einde van de Week werd mede mogelijk gemaakt door MSI Gaming Laptops. En thanks voor het kijken, het luisteren. En tot de volgende keer als je dus niet live kijkt. En tot zometeen als je dat wel doet. Later. Later.